Het is nog steeds vrijdagmiddag 7 mei 2021. Een Nederland-België editie van de Vrijdagmiddagborrel. Ik weet niet hoeveel de mensen we net mee hebben gekregen. Ik wil wel even iets bekendmaken. Dat we voor de uitzending hier een rondleiding gaven. Onder andere aan Evert Winkelmans. En die zei, jeetje, wat ziet het er professioneel uit. Ja, jij bent gejinxed, Evert. Ja, ik dacht, dat is de NPO hier. Ja, dat materiaal dat hier binnen staat. Nee, zoveel geld hebben we ook niet als de NPO. Het was van de NPO. Ja. Vandaag een Nederland-België editie. Een vleugje Duitsland. Evert Winkelmans, Sander de Grijter en Yves KW te gast. Allemaal te maken met de documentaire FC United. Afgelopen maandag in première gegaan op de VRT. Over racisme op het voetbalveld in de bestuurskamers. Iets wat wij natuurlijk ook vaak bespreken, Simon. Voordat ik het even gelijk met jou over heb over racisme in Duitsland. Even bij de gasten. Voor mij een hele goede week achter de rug, hè? Recensies, aflevering 1. Ja, zeker een vaste recensies. Ça va. Maar ik zag een paar zure. Ja, kijk. Van die tv-recensenten die dan zitten te kijken en dan... En dan niet recenseren over tv, maar over de inhoud. Ja. Dat was een beetje gek, maar bon, op sociale media, vooral Twitter. Wordt persoonlijk hier. Straks. Ja. Een derde Budweiser. Ja, de derde Bud, ja. Maar er sowieso heel veel mooie reacties gekregen. Mm-hmm. Ik denk ook Yves die in de documentaire zit ook. Ja. En dat heeft wel deugd gedaan. Daar hebben we het voor de mensen gemaakt en de mensen hebben er goed op gereageerd. Dus, ja, dat is het allerbelangrijkste, toch, Evert? Dat je impact wil maken, toch? Dat ja. is het vooral. Dat negatieve, dat pakt erbij, dan wordt er over gesproken. En dan zijn er mensen die daar weer tegenin gaan, dat is alleen maar positief. Het feit dat we trending waren in Vlaanderen, op Twitter en op andere sociale media, dat vond ik zeer belangrijk en dat is gelukt. Ja, een van de hoofdrolspelers, Yves. Hoofdrolspeler is, ja, ik weet niet, of dat, is dat iets positiefs in zo'n documentaire? Ah, nee, als je spreekt over racisme is het sowieso niet positief. Maar ik denk gewoon een of ander zoveel. Die misschien hoofdrolspelers wel goed van iemand die het goed kan verwoorden. Wat het doet, zeg maar, met mensen. Want ik heb de beelden van jou gezien. Ik heb Cyril Dessers, nou, die kennen we natuurlijk. Lukaku, waar een gedeelte in de documentaire zit, die eigenlijk lacherig over doet, over hoe pijnlijk iets is. Ik denk dat dan ben je wel een hoofdrolspeler, dat je het wel goed kan aankaarten. Ja, maar zoals mij zijn er ook nog andere jongens en meisjes die het ook zouden kunnen aankaarten. Ja. En het is wel spijtig dat het zover moet komen. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, ik zeg nou tegen jou, Duitsland afgelopen week opgeschrikt. Een van de helden van Duitsland uit 2006. De helden. Nou ja, van die ploeg die derde werd toch op het WK. Jens Lehmann, belangrijke rol. Jens is natuurlijk als spotter een fantastische keeper geweest. Altijd wel een beetje lacher over gedaan dat hij topniveau niet zo kan halen. Maar ja, goed, in Engeland dan wel natuurlijk absoluut gepresteerd ook bij Arsenal. Maar ja, wat ik niet begrijp... Ja, het gaat er bij mij ook niet in. Dit is geen uitglijden. Ik snap helemaal niet hoe je dat in gedachten kan hebben. Zoiets om zoiets op te schrijven. Of zoiets te denken alleen al. En ik denk dat is juist ook waar we stil bij moeten staan. Het gaat niet eens zo vaak erom. Of natuurlijk gaat het ook erom wat geuit wordt. Maar vooral ook überhaupt wat in het hoofd zit. Ja. Dat snelst mogelijk moet veranderen. Want het moet gewoon... Ja, zo mooi op het achtershirt 1-1. En zo is het ook. Punt op de hele wereld. Klaar. Ja, het is natuurlijk gek. Jij hebt het denk ik ook op het veld meegemaakt. Alleen vanuit een witte man perspectief. Toch dat je wel eens dacht... Ja, zeker. Mijn beste vriend in voetbaltijden was Ellery Cairo. Ja, FC Twente. FC Twente, ja. En ik ben vaak met hem ook in Rotterdam geweest. Was natuurlijk grappig. Even een kleine anekdote. Het was natuurlijk waarom ook niet? Eén anekdote, Simon. Ik natuurlijk als jonge Duitser bij het eerste elftal gehaald van Twente. En naar het eerste trainingskamp. En Ellery kwam vanuit Feyenoord. Nou ja, iedereen weet natuurlijk de geschiedenis. Ook Duitsland, Rotterdam. Ja. En hij had nog nooit met een Duitser op een kamer gelegen. En hij moest dus met mijn kleine Duitser op een kamer liggen. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, zo ontwikkelde zich altijd van de gedachte van... ja, hoe kom ik hier terecht? Ja. Naar een vriendschap. En vaak dan ook in Rotterdam op pad geweest. En met op hem thuis geweest. En ook meegemaakt wat hij te horen kreeg. En ik heb nog een ander verhaal. Dan ook nog Blijs en Koevoel in het team natuurlijk. Ja. Nou ja, dan in Den Haag ook wat meegemaakt. En gelukkig was hij ook niet stil. Dus ook meegemaakt dat de jongens het veld opkwamen. En ja, ik voor mij... En dat is natuurlijk, ik ben ook vader. En wat ik heb, het gaat er al om dat het helemaal niet in het hoofd zit.
Nee. Dat er gewoon, dat is geen verschil, punt. Nee, maar het gekke is zo belangrijk. Yves, jij gaf het al eerder aan. Er komt morgen ook een podcast hierover online. Over het maken van SC United. Maar jij zei, het gek is natuurlijk dat we het al op jonge leeftijd zien, toch? Ja. Jongens van 8, 9 die dit meemaken. Ja, dat is crazy, hè? Ik bedoel, we zien allemaal op tv wat er gebeurt als een Lukaku wordt uitgemaakt. Of als een andere speler wordt uitgemaakt. Ja, hoe heet die van Valencia? Wie was dat nou? Diakabi. Ja, Diakabi. Dus we kunnen het allemaal zien. Maar er zijn jongens die het zaterdagochtend of zondagochtend meemaken van echt 9 jaar. En dit wordt niet gefilmd. Nee. Maar er zijn wel jongens en meisjes die het wel meemaken. En dit is, ja... Jongens en meisjes pakken dat mee. Ja. Die groeien er letterlijk mee op. En voetbal blijft een spel. En het moet een spel blijven. Het kan niet zijn dat kinderen niet meer willen voetballen. Nee. En dat is juist hetgeen dat we willen aankaarten. Het is niet enkel bij de professionele voetballers, maar het gebeurt ook bij jeugdvoetballers. Ja, ja. Ja. Ja, dat is wel zo. En natuurlijk, jullie hebben in de documentaire bekende, hele bekende. Hè, misschien wel een van de grootste sterren van het Belgisch voetbal op dit moment. Romelu Lukaku aan het woord gelaten. Maar dat is natuurlijk wel het meest pijnlijke. Hè? Dat het overal gebeurt. Ja, het straffen is dat er vaak pas reactie komt als het op het absolute topniveau gebeurt. Hè. Ja. Toen Lukaku werd uitgescholden in Cagliari, toen was het nieuws in België. Maar het gebeurt ook gewoon in Mechelen, waar ik woon. En dat wordt dan niet bericht in de media. Het is pas als het aan de top gebeurt dat erover wordt gesproken. En dat wij ook een kans krijgen om zo'n reeks te maken. En dat is wel jammer, want zoals Yves het goed zegt, als je als 7-8-jarige jongen na een voetbalwedstrijdje naar huis moet en je moet tegen je ouders gaan vertellen wat er allemaal is gebeurd. Allee, er is toch geen enkele mens in de wereld die denkt, oh, dat is een goed idee om tegen kinderen te gaan schelden. Ik kan daar niet bij. Nee. En dan neem je dat mee natuurlijk in het vervolg van je leven. Ja, jij hebt 3 kinderen die sporten, toch? Absoluut. Ja, eentje zit hier. Ja. Dat is wel de meest bij de hand. Nee, maar ik kan me voorstellen dat jij dat ondanks met racisme, dat het sowieso wel, hoe er met kinderen wordt omgegaan, dat heel gek is langs een voetbalveld. Ik weet dat de KNVB daar natuurlijk jarenlang mee bezig is met campagnes, weet je, dat ouders niet moeten schreeuwen en dat soort dingen. Maar ik vraag me dan af, ja... Maar dat het ligt eigenlijk altijd, kijk, ouders niet moeten schreeuwen. Als ik tegen mijn zoon zeg, je mag wel eens harder werken en dat naar het veld schreeuwen of je mag wel eens een keer wat doen. Dat vind ik, dat is niet positief per se, maar dat is ook niet iets wat je in bedwang moet houden. Want dat is een aanspoor voor je zoon, die misschien ook bepaalde doelen heeft of bepaalde dingen wil bereiken. Als maar niet de intentie is dat het van jou uitgaat. Want een vader moet gewoon kijken en de zoon moet plezier hebben. Alleen wat er soms geroepen wordt, ook naar kinderen toe, ook van trainers van andere teams. Ja. Als er overtredingen worden gemaakt of dergelijke dingen. Ja, het is schandalig, maar dat is niet het ergste is nog... En, kijk, dit is erg, maar het ergste wat we net ook aanspreken is dat er in de ogen gewoon van iedereen die naast het veld staat niet gewoon iedereen hetzelfde is. Ja, ja, ja. Dat is voor mij... En daarmee moet je ook opgroeien. En ik ben toevallig... Wij wonen natuurlijk al... Mijn kinderen groeien op in een regio waar, laten we zeggen, niet veel buitenlanders zijn. Ik denk dat ik een van de weinige buitenlanders ben. Je woont denk ik in de rijkste regio van Nederland. Nou ja, maar laten we zo zeggen dat je ook daar, we zijn nu met de voetbalclub verhuisd, ze spelen nergens anders. Okay. En je moet hun constant weer ook daarvan bewaken dat van buitenaf niet invloeden komen die er niet bij horen. Hoe bedoel je? Ja, dat je ervoor moet bewaken dat zoals wij opgroeien, zoals bij ons de normen waar in huis zijn, dat telt. Dat iedereen gelijk is. Ja. Je moet iedereen accepteren. Ik zeg altijd tegen mijn jongens, als jij geaccepteerd wilt worden zoals jij bent, moet je ook diegene accepteren. Ja, zeker. Die niet accepteert jou zoals je bent. En ik denk dat het is helemaal geen zware stap. Ga nou even normaal naar iedereen kijken. Ja, maar Sander, het lastige is natuurlijk... Hè, eigenlijk het gesprek dat wij hier voeren... Ja, het is ook gewoon heel logisch, toch? Wat we hier zeggen. Alleen, de realiteit is dat het in de wereld heel anders is. Het lijkt wel of wij nu op een andere planeet nu met z'n vijf hier zitten en dat wij anders denken en anders doen. Maar de realiteit is natuurlijk dat heel anders. Hè? Ja, het is gewoon, je hebt overal de stille meerderheid. Ja. Of, ik wil zeggen, de meerderheid is stil. Ja. En je hebt de luide roepers, die krijgen veel aandacht. Als je kijkt naar Leeman en dat berichtje, dat lijkt heel onschuldig. Je zegt, ja, sorry, verkeerd begrepen en zo. Ik kreeg naar aanleiding van de eerste aflevering wat grappige memes doorgestuurd van mensen. En kreeg zo de Say No to Racism campagne met al die bekende koppen. En Adolf Hitler was er ook tussen gemonteerd. Hè? Dat is om te lachen. Shush. Maar dan zie je op WhatsApp vaak doorgestuurd. Dus dan weet je dat die bagger echt in duizenden WhatsApp-groepen. En je hebt echt groepen die constant die bagger versturen. Dat zijn allemaal heel slimme mensen. Ja, dan is de stap naar het gebruik van het woord
ik ga het nu niet zeggen, maar N-woord of andere beledigingen is gewoon heel klein. Want iedereen doet het. En ik denk, wat voor heel veel mensen die niet zoveel met voetbal te maken hebben, of hebben, onze documentaire wel bewust heeft doen worden, is zelfs dat is kwetsend. Als je zoiets zegt naar een kind. Heel veel mensen, ja, je hoort dat, ah, dat is toch normaal. Ik ken mensen die zeggen het woord, het N-woord, ik vind dat erger dan het, nee, ik vind dat normaal. Ik vind het woord zwarte erger. Ja, dan moet je gaan uitleggen, nee, dat is echt kwetsend. En als mensen zoals Yves dat zeggen, en Lukaku en noem maar op, dan gaan ze beseffen, ah ja, dat is echt kwetsend. Ja. Ik vraag me ook al af, maar Yves kan dat veel beter zeggen. Kijk, ik heb het ooit bij Cyril gezien, hè, Cyril Dessers, in een podcast, gewoon waterige ogen, Mario Bilate, die het heeft meegemaakt, die emotioneel raakt om erover te praten. Ik kan me niet voorstellen dat als je ooit dat met iemand hebt gehad, weet je dat, of dat je dat ziet, of dat je zo'n gesprek voert. Hetzelfde nu in die documentaire. Ik heb echt momenten dat ik echt zit te kijken en gewoon ongemakkelijk word, terwijl ik er niks mee te maken, maar ongemakkelijk word hoeveel pijn of verdriet iemand meemaakt. Weet je, daarom vind ik het heel mooi wat jullie gedaan hebben. Dat het in ieder geval mensen probeert te informeren over hoe het nou echt zit. Want wij kunnen hier, hè, met z'n vieren allemaal vertellen hoe heftig het allemaal is. Maar Yves maakt het, ik wil niet zeggen, nou, misschien wel dagelijks mee. Maar dat is het. Ja, al zeker een groot deel van mijn leven. Hè. Enkel word ik er nog gewoon bewuster van. Het begint op een heel jonge leeftijd. Hè, zoals sommige jongens en meisjes op een echt 7-jarige leeftijd het meemaken. Ja. En dan komen ze thuis. Want ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik het meemaakte, dat was zelfs niet binnen de voetbal, dat was buiten de voetbal. Ik was onderweg naar huis en ik kwam iemand tegen. Echt iemand van mijn leeftijd, 10, 11 jaar, kwam ik tegen op de fiets en die zei tegen mij, wat doe je eigenlijk hier? Ik heb het niet begrepen. Dus ik vroeg van ja, ik ben onderweg naar huis. Nee, wat doe je eigenlijk in mijn land? Ja. Je hoort hier niet. Nee. En ik kwam thuis en dat was het eerste dat ik mijn moeder vroeg van, wat bedoelt, dat was een meisje toen. Ik vroeg nog van, wat bedoelt ze eigenlijk? Ja. En toen moest mijn moeder het uitleggen. Maar nu zie ik hetzelfde langs een voetbalveld. Jongens en meisjes die het meemaken en die stappen van het veld en die gaan naar die ouders en die zeggen van, ja, wat is er eigenlijk nu net gebeurd? Of waarom zeg je die, waarom vergelijken ze met mijn aap? Ja. Ja, maar, Mensen zeggen ze dat ik in een boom moet gaan klimmen? Ja, maar dan, als zoiets gebeurt met en daar moeten we misschien ook iets in vinden. Als zoiets gebeurt dat een ander kind dat tegen een kind zegt, moet er eigenlijk meteen een instantie zijn waar je terecht kan, die meteen naar de ouders naar huis gaan. Want dit komt niet van het kind. Maar dat zeg ik altijd. Dit kan toch niet van een kind? Als je geboren wordt, dan word je niet geboren met deze denkwijze, toch? Maar dan moet toch een instantie zijn waar je terecht kan, waar je meteen naar het huis kan rijden, waar het gebeurd is, aanbellen, met die ouders aan tafel zeggen. Wel, maar nu kijk ik naar ons voetbalbond. Je moet weten, in jeugdvoetbal, hè, dus er komen al heel weinig scheidsrechters. Je moet werken met vrijwilligers. Als je bijvoorbeeld een je kan altijd Simon bellen. Hè? Simon is een scheidsrechter nu in het jeugdvoetbal hier tegenwoordig. Mag mijn kinderen, je mag even tussendoor. Je mag mijn zoon vragen. Maar deze Yves, als je ooit een scheidsrechter nodig hebt, joh, Simon rijdt er graag naartoe naar België. Ik bel u 10 minuten voor aanvang. Dus, maar om terug te komen op het verhaal. Op de essentie. Ja. Als je een wedstrijd hebt van onder 9 of onder 10 jaar. Je moet werken met vrijwilligers. Dus je moet mensen laten komen. Als wij bijvoorbeeld een thuiswedstrijd hebben. Ja. Zijn wij degene die beslissen, die de wedstrijd of wedstrijdblad invullen. Ja. Dus we vullen alles in, dus welke speler heeft gestuurd. Op het einde van de wedstrijd, als iedereen naar huis is, sturen wij op. Ja. Dus als er iets gebeurt, wij zijn de scheidsrechter, dus wij klikken in, we typen in wat er is gebeurd en dan gaan we naar de voetbalbond. Maar stel je voor, wij spelen op verplaatsing, wij spelen ergens anders en er gebeurt iets. Na de wedstrijd kaarten we dat aan die mensen, maar die schrijven niks in de wedstrijdfeu en die sturen het op. Er komt er nooit iets van. Nee. Er komt er nooit iets van. Het was ook zo, denk ik, in het programma zei iemand van de mensen, ja, als het in de jeugdmatch gebeurt, dan moeten we gewoon stoppen. En ik kreeg achteraf te horen, ja, maar dan straf je de kinderen. Maar ik ben ervan overtuigd, straf de kinderen en je straft de ouders. Ja, okay. En dan gaan ze stoppen. Ja, je moet toch ergens een... Ik vind dat inderdaad, die kinderen zouden eigenlijk nooit gestraft mogen worden. Daarom wil ik wel eens vragen aan Simon, stel je voor, het gebeurt bij de lokale ploeg van je zoon. Een ouder langs de kant van de tegenpartij roept discriminerende woorden. Wat ga jij doen? Ga je die daarop aan? Ja, ga je er recht op aanspreken? Ja. Kijk, okay. als je... Zo moet het wel, denk ik. Individueel controle. Wel zoals bijvoorbeeld mijn zoon, als iemand wat... Nou, als ik het niet hoor, heb ik natuurlijk een probleem. Ik weet dat mijn zoon één keer naar mij toe kwam en zegt, pap, dit en dat is gezegd. Ik zeg, maar ik hoorde dat niet. Ik was aan de andere kant. Anders was ik er meteen op afgestapt. En ik heb nog meer dat is misschien ook niet goed, maar ik ben nog eerder beschermend naar ploeggenoten van mijn zoon. Als ik iets hoor dat iets gaat gebeuren, dan naar mijn eigen zoon. Mm.
Want vaak heb je bij ergens zo'n, ja, je moet hard worden, weet je? Ja, nou ja, het is misschien slecht als vader zijn, maar... Nee, dit is de Duitse inslag. Je moet er tegen kunnen. Niet meteen piepen, maar doorgaan. En als ik dan merk, het gaat te ver. Maar als zoiets overkomt, echt tegenover andere jongens, dan, ja, dan ga ik dan... Maar weet je wat ook is? En dat is voor mij zo moeilijk. Het zit er helemaal niet in. Dus het is ook zo moeilijk om te begrijpen dat het er is. Ja. Maar de wedstrijd... Dat er komt. Ja. Alleen die wat jij ook zegt, alleen die gedachte al... van iemand, ook al is het grappig bedoeld, van Jens Lehmann... alleen als zoiets te denken, te denken, hoe dan? Hoe kan dat? Ja, het is vaak onwetendheid. Dat is denk ik bij heel veel mensen. Dat kan je, ik vind niet dat je iemand... Onwetendheid? Zeg maar, nee, dat, je weet toch, als je aap zegt tegen een andere man... Nee. Ik bedoel... ik denk dat heel vaak onwetendheid is hoeveel pijn... Hè, we hebben natuurlijk in Nederland de Zwarte Pieten discussie gehad. Is onwetendheid wat dat heeft... voor invloed heeft gehad op heel veel mensen. Maar ik vind nu dus... Hè, dus documentaires als dit, maar ook veel breder getrokken discussies... is dat als je het eenmaal weet... ja, dan heb je geen excuus meer, zeg maar. Ja. Ik denk ook... je komt het pas te weten als je mensen met andere achtergrond kent. Ik heb nu Yves beter leren kennen. Mm. Maar eigenlijk, als ik nadenk... hoeveel vrienden met andere migratie, met andere achtergrond heb ik... Heel weinig. En ik heb nog in een vrij multiculturele voetbalploeg gespeeld. Maar dat is ook al lang geleden en ik zie het nog sporadisch. En dus heel veel mensen groeien op in een eigen groep. Mm. Ja, die hebben er geen last van. Nee. Dus je moet eigenlijk je eigen groep al gaan openstellen. En dat is ontzettend moeilijk. En zeker in Vlaanderen. Mm. Wij leven echt gesegregeerd. Hoe je het nu draait of keert. Maar rijkere wijken, zoals jij ook zegt, en in rijkere gemeenten. Daar wonen gewoon veel minder mensen met migratieroutes. Je leert ze niet kennen. Nee. En je moet eigenlijk al moeite gaan doen om ze te leren kennen. Dat komt van verschillende kanten natuurlijk. Ja. Maar pas als dat gebeurt, als je elkaar echt leert kennen... dan ga je dat minder doen. Maar nu? Nee, ik denk het niet. Ja. En het hele grote probleem is dat, weet je, daar wil ik het ook... Weet je, ik denk, heb jij ooit een trainer gehad... die een andere etniciteit heeft gehad dan de Nederlandse? Van niet-westerse afkomst? Nee. Nee. Het is best gek, toch? Ja, wel assistent, hè? Maar niet... Ja, nee, maar hoofdtrainer. Nee. En dan technisch directeur? Ja. Nee, zeker niet. Nee. Dat is nog zeldzaam. Algemeen directeur? Nee. Voorzitter zeker niet, nee. Hè? Ondertussen komt hij gewoon binnenlopen, hoor. Ja. Martijn Gijsbers. Gewoon wel een goed moment kies uit in deze discussie om binnen te stappen. Ja, ik heb mij een beetje ingefluisterd. Oké, heel goed. Ja, het woord was dat er ook geschakeld wordt, dat ik dan mooi kon invloeden. Nee. Even, Martijn komt zo iets overhandig, want Martijn heeft iets heel moois voor de studio. En toen zei ik, nou, in plaats van je het opstuurt, kan je gelijk langskomen. Dus ja, welkom. Precies. Ja, het is een heftig onderwerp waar we het nu over hebben. Ja, daarom was ik ook een beetje terughoudend om gelijk op de bank plaats te nemen. Maar ja, ik hoor eigenlijk alleen maar goede dingen. Ja. Dus het is me sowieso slecht. Dus, ja, moeilijk onderwerp, inderdaad. Ja, je moet de microfoon iets hoger. Want anders zien de mensen je alleen... Nee, maar precies wat ik tegen jou zeg. Yves is nu trainer. Welk niveau? UEFA A. Ik ben momenteel mijn diploma UEFA A aan het behalen. Ja, en in Nederland is er heel veel discussie natuurlijk. Hè? Wie wordt toegelaten op de cursus en zo. Is dat in België ook zo? Ja, tuurlijk. Voordat je UEFA A moet behalen, kom je in een soort van voortgereikt. Ja. En dan moet je voor een jury komen en moet je eigen gaan uitleggen. Oké. En dan als je hoog genoeg bent, moet je... Ja, dat is in Nederland denk ik ook wel. Ja, je hebt nooit je cursus gedaan, toch wel? Nee, ben wel één keer begonnen. je hebt dan een soort verkorte versie, omdat je bepaalde wedstrijden achter je naam hebt. Waar? Ik ben snel weggestopt. Want? Ruzie? Nee. Ik denk dat jij veel te eigenwijs bent om die cursus te doen. Toch? Nou ja, laten we zo zeggen. Nee, ja, ik had ook een tijdsprobleem met de insteek daarvan. Omdat het gewoon natuurlijk net begonnen was met een baan. En dan heb je 3 kinderen. En dan heb je ook nog in het weekend iedere keer voetbal. Dus op een gegeven moment was het zo dat het was toch vrij intensief, moet ik eerlijk zeggen. Wat je erin moest steken. En toen zeg ik, ja, ik vind het echt leuk om te doen. Ik had nooit de bedoeling om mijn diploma te halen. Maar ik wil wel weten hoe alles werkt. Ja. En alles weten hoe ook een trainer denkt. Maar ja, het kon gewoon niet. En ik was ook niet met alles eens wat ik hoorde en las. Nee. Maar in Nederland is de discussie dat er nu mensen mogen voorsteken, zogezegd, om hun diploma te halen. Ja. Dat is het. Dat hebben wij nog niet. Hè. Ja, maar dat is met voetballers, hè? Doorlopen. Dat is met bijvoorbeeld als je zoveel wedstrijden... Ah ja, dat wel. Nee, dat hebben jullie ook, toch? Ja, dat wel. Dat hebben wij. En bijvoorbeeld als je zoveel wedstrijden gespeeld hebt op het hoogste niveau. Oké, maar dan krijg je nog niet meer diversiteit in het trainerschilde, toch? Want dat is in België wel een groot probleem. Is de mensen die doorstromen, UEFA pro-license, ja, dat zijn allemaal witte mannen. Allemaal. En hoe dat je dat doorbreekt, dat is echt heel moeilijk. Ja.
Ja. Nederland heeft toch wel al, vind ik, al veel sneller, veel meer diversiteit vanuit die generatie van de jaren 80 zelfs al. Ja, ja, alleen ik heb best wel veel mensen gesproken die dus niet in de gouden lichting zaten van 88. En die wel van voetbal houden en die wel heel graag trainer willen worden. En die hebben dus altijd het gevoel gehad, ja, wij uiten ons anders, wij denken anders over voetbal. Dat past niet in het straatje van de KNVB. En we hebben natuurlijk nu die commissie Meijenhals, die zorgt dat er meer diversiteit binnen de KNVB moet komen. Ja, en ik denk, weet je, ja... Maar goed, we hebben toch ook Henk ten Katen, Frank Rijkaard. Ze doet het heel goed nu bij... En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Maar als je kijkt hoeveel voetballers er zijn met een andere achtergrond dan de witte kaaskop in Nederland. En als je ziet wie uiteindelijk in het voetbal terechtkomen, dan is dat echt schrikbarend laag. Ja goed, de vraag is dan, is de intentie van de jongens dan ook om trainer te worden? Of hebben ze van tevoren al zoiets van, ja, dit is niet... Ik kan me voorstellen dat jij... Ja, maar ik denk niet dat het een... Je wordt misschien afgeschrikt door het systeem. Dat moet natuurlijk weg. Toch? Die barrière moet weg. Ik denk dat Yves... Er zijn natuurlijk ook wel heel veel drempels, hè. Toch? Kostplaatje natuurlijk is ook wel heel hoog. In Nederland is dat heel hoog. Hoogst van Europa, ja. En ook tijdens de cursus zijn er heel veel jongens uit Nederland die bij ons cursus komen volgen. En twee, ook als je een pro-license wilt gaan volgen, dat is ook zeker in de duizenden euro's. Ja. Dat is niet, ja. Dus daar moet ook nog eens rekening mee houden. Dat is niet iedereen, bijvoorbeeld een gepassioneerde voetbaltrainer, zonder verleden binnen de voetbal, die zich maar zomaar kan doorstromen. Ja. Ik ken trainers die nu in coach betaald voetbal hebben gehad door jarenlang te sparen. Die hebben moeten sparen om uiteindelijk coach betaald voetbal te doen. Ja, het optimale scenario is natuurlijk als je als, noem maar iets, oud-prof. Bijvoorbeeld, je gaat bij een club werken en de club zegt, oké, je komt bij ons. En wij helpen je bij het behalen van. En wij ondersteunen jou en ook financieel. En, dat is natuurlijk het optimale plaatje. En proactief nu kijken naar voetballers met een divers achtergrond die inderdaad op voetbalpensioen gaan. Moeten de club zeggen, hey, wil jij niet betrokken worden bij onze U16, U17? Wil jij niet trainer worden? Veel meer proactief zeggen van, je kan daar echt carrière in maken in dat trainerschap. En dan zal het veranderen, want nu schrikken ze zich misschien wat af van de witte wereld. Dat kan, ik denk het wel. Maar als die clubs zeggen, hey, kom, er is plaats voor u bij ons en we willen graag dat je met onze jeugd komt werken, dan gaan ze het misschien wel doen. Nee, het is wel een combinatie van. Hè. Er moet ook natuurlijk van beide kanten de intentie zijn. Je moet als club duidelijk maken, luister, kom, er is geen barrière. Wij willen met jou die weg bewandelen. Ja. En van de andere kant moet natuurlijk ook die power zijn van, ja, ik wil het ook echt. Dus als je... Allebei niet de juiste weg invult, dan heeft het natuurlijk ook geen nut. Ik zie nu in het chat, Mitchell Piquet doet ze nu zijn cursus. In België. Oh, in België? Ja. Ja, dat is altijd... ik vind dat... Bij ons is het makkelijker over hoe gaat het? Ja, je hebt voor mij Vincent Bogarde heeft Ierland gedaan. Ja, maar dat was voor mij een andere reden, volgens mij, heb ik daar gewoon. Ja, Ierland kan je... volgens mij is dat binnen 3 maanden of zo, dat je daar intern gaat. Ja, alles. Maar kijk, of het nou financiële of andere achteren. Het is ongeveer onmogelijk om in Nederland hier cursus te doen. Ja, dat is waar. Dus ik zit nog even aan jou te denken. Kijk, ik moet jou natuurlijk wel even goed introduceren, Martijn. Als wij slechte dingen zeggen over keepers, dan staat die podcast denk ik 1 minuut online en dan krijg ik alweer een DM of op Twitter openbaar, waar je mij de maat neemt. Je bent eigenlijk de vertegenwoordiging van de keepers in Nederland, toch? Nou, dat is hele die je me nu toebedeelt. Maar het is wel zo, ik heb... wat is het? Een jaar of twee geleden... toen was er een Pantelitsch... podcast-event, zeker. Podcast-event, fantastisch event overigens. Ja. En vlak daarvoor heb je inderdaad... nogal laatdunkend uitgelaten over keeper. Ja, kan niet. En dan maken eigenlijk alle spelers zich wel schuldig aan. Nee, nooit. Ook al lang. Simon, ik ga je zo... Martijn mag zijn verhaal doen. Keepers zijn natuurlijk gek. Ja, hier, dan gaan we weer. Ja, maar het is toch gewoon zo? He? Jij hebt met zoveel keepers gewerkt. Noem eens één. Noem maar 1 keeper die jij normaal vond uit je carrière. Qua persoonlijkheid? Ja, gewoon dat je dacht, nou, gewoon een normale vent. Boy Waterman. Ja, die kostte je de titel. Wat? Omdat hij kortsluiting had in zijn hoofd. Nee, man, hij ging alleen aan de bal. Het is te kort door de bocht. Nee, Boy was echt... nee, maar goed, je moet natuurlijk... Sorry dat ik het zeg, maar je moet wel gek zijn. Je moet toch gek zijn als je daar inspringt en een bal van 1 meter voor je hasses krijgt. Ja. Ik bedoel, ik zou wegduiken voor die bal en een keeper die gaat er vol voor. Dus je moet wel een bepaalde... Je moet dat eigenlijk omdraaien, een keeper. De veldspelers die kunnen 100 fouten maken. Alleen die keeper niet, hè. Die keeper 1 fout en hij ligt erin. Nee, dat sowieso. Boy werd net al aangehaald. Eén foutje en... Grootste waardering voor een keeper, maar nog maar even terugkomen op het gek zijn. Ja.
je moet toch... Er moet een bepaalde intentie zijn om te denken... maakt niet uit als die bal vol tegen mijn hoofd gaat. Ja, maar hij komt niet tegen je hoofd. Als het goed is, als het goed is komt hij op je handen. Dus, Oh ja, jij met Joey meegemaakt. Ik heb het meegemaakt een paar keer. Ik heb echt... Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb zware verwondingen van keepers gezien. Dus ik heb... Ik weet niet. Ik durf het niet. Ik zal het nooit durven. Maar het is wel goed om te weten dat als we het hier over keepers hebben... en het gaat even dat Martijn nogal emotioneel kan... Ja, daar word ik heel emotioneel van. Ik heb destijds ook een keepersvloek uitgesproken over jou. Hè? Ja, over mij. Ja, zeker. Een keeper die in je voetbalelftal zou komen... Zeker. Ballen zou doorlaten en weet ik veel wat. Ja. Oh, nu weet ik wel een verlies op zondag, woensdagavond altijd. Ja, maar die kunnen er gewoon helemaal niks van. Was het dan met een pop en zo ben ik bezig. Ik heb ook haren gestolen van tijdens het event. Ik moest trouwens wel aan jou denken... Toen ik wist dat deze Belgische vrienden kwamen... heb je het Nederlands keeperstalent gezien bij Anderlecht? Nee. Verbrugge. Verbrugge. 18 jaar, debuut gemaakt tegen club. Nee, heb ik niet gezien. Is wel een bizar... Heb je het meegekregen? Nee, ook niet. Ja, is echt fantastisch wel. Weggehaald bij NAC. Ja. Ja, Jelle, ik sprak Jelle. Jelle Trouwelaar, de keeperstrainer. En toen hij naar Anderlecht ging... Ja, die is nog niet zo lang weg, toch? 2 jaar geleden of zo? Jelle is afgelopen zomer. Nee, ik bedoel de jonge jongen. Hart ook, afgelopen zomer. Ah, en hij wist daar de constructie bij NAC. En hij heeft gezegd, nou, ga bij ons trainen. En, dan... en je had natuurlijk die Van Krombrug is geblesseerd geraakt. En toen hebben ze Bellenreuter, Warner Haan. Maar afgelopen weekend stond hij gewoon knap. Ik las het nieuws op de middag. Ja. En ik dacht, yes. Want ik ben clubfan. Oh. Weet je, als een 18-jarige broekie, die krijgt wel een paar rond de oren. Nee. Nee, in Nederland, in ieder geval Jelle kennen. Ja, maar die zei, het is echt een groot keepersnummer. 18 jaar, het zegt ook wel iets over Kompany, toch? Ja, die zo'n wedstrijd gewoon neerzet. Dat weten we al sinds dat hij daar bij Anderlecht dat project is aangegaan. Hè? Dat hij zo zot is om daar 17, 16, 18-jarige gasten gewoon in te smijten in de belangrijkste matchen. Dat doet hij gewoon. Dat is wel knap. Ja. En nu was de kop al... Bart Verbrugge is gemaakt voor de Premier League. Dus gaat dan van één wedstrijdje gaat het wel heel hard. Ja. Hoe lang is hij? 1,93. En hij heeft wel redelijk goede voeten, want het was heel veel voetballen over de grond. Ja, zeker. Dus, super rustig. Super. Ja, dat sowieso. En hij heeft een hele zware periode achter de rug. Vader overleden in januari. En ik zag dat de ploeg Anderlecht scoorde. En die, toen was hij nog tweede of derde keeper. Die deden al een signaal richting hem. En ja, ik vind het heel mooi. En wel ook knap dat je dan die keuze maakt om weg te gaan bij NAC. Waar je ook misschien dan eerder zou spelen en dat je dan gewoon nu vol voor je kans gaat. Dat is wel... Ja, en dan nog naar Brussel, Franstalige omgeving. Toch niet zo simpel om daar staande te houden. Dus, nee. Zeker nog. Hij zal toch een vijs los hebben. En wel ook wat nog even over club tegen Anderlecht. Want ik zag dat Sam Kerkhoff, jouw collega bij Mid, zei Anderlecht maakt mooie films. Maar het verhaal van deze week was natuurlijk het filmpje van Club Brugge. Ik wist dat je dat ging zeggen. Ja, vind je het niet mooi? Die act van Vormer. Ja, denk je dat het een act is? Jij hebt met hem gespeeld. Je kan dat aan Simon vragen. Wat? Heb je het filmpje? Nee. Oh, wat is dit erg, zegt Simon. Gooi jij nou Ruudje voor me onder de bus? Ruud is wel... of laten we zeggen, Ruud was wel altijd van de show. Toen hij jong was. Alleen, ik moet ook zeggen dat... de woorden misschien niet aangebracht waren bij Van Gaal in de kleedkamer. Die had er wat anders mee gehad. Maar het is wel de aanvoerder die moet aangeven van... we moeten een bepaalde kant op. En dat wou hij doen. Dus ik denk dat het minder show was dan dat hij vroeger was. Maar Vormer weet wel hoe hij de media, en zeker de Vlaamse media, moet bespelen. Ja. Die wordt trouwens genoemd als de beste voetballer om te interviewen. Omdat hij zo voor de microfoon komt. Nou ja, lekker ballen, joh. Nou afmaken, joh. Kom door op Webkop volgende week. Ook 7 kniepoogjes geeft hij altijd naar de kamer. Constant. En dan denk je, wat heeft hij nu gezien? Het is gewoon... Het is geen keeper, maar hij wordt hier wel onder de bus gegooid, Martijn. Nee, maar ik... maakt het wat uit. Tenminste, jullie zitten in mijn beleving veel te kijken nu echt als collega voetballer of zo. Maar ik als supporter, ik heb dat filmpje gezien. Niet mijn club. Ajax is mijn club. Maar het eerste wat ik dacht was, wauw. Ik wil het als Ajax ziet eigenlijk ook wel een keertje zien vanuit Ajax. Dat is juist, ik ben dus club van. Ja. En dat heeft Club Brugge en het mediateam van Club Brugge perfect gedaan. Precies. Die camera's in die kleedkamer gestoken, die behind the scenes. Je voelt je echt één. Maar op een gegeven moment vraag je ook af, ja, wat is er nu nog echt en wat niet? Ja, dat blijft. Maar zulke situaties gebeuren wel vaak. Tuurlijk wel, ja, voilà. En nu wordt er in de kranten dingen over geschreven, want ook bij Oostende komt er dan zoiets naar buiten, een ruzie tussen spelers. Nou, ja, dat verbaast me eigenlijk niet. Maar... het enige wat ik heb bij Ruud, ik ken Ruud als 18-jarige jongen. Ja, en als hij dat... ik zie hem nog steeds zo, dus hoe hij dat zegt, en ik had in de kleedkamer gezeten, had ik gezegd, hey Ruud, pst. Voilà. Maar ik ken hem van... Hij is nu de kapitein. Maar nu is hij de aanvoerder en de leider van de ploeg. En ik denk dat die jongens die daar dan weer onder zitten... ook denken,
oeh shit, mijn aanvoerder die gaat opstaan. Ik denk dat het ook een perceptie is van jou. Ik weet niet of druk is. Een perceptie zoals jij het voelt? Noah Lang zit ook in die kleedkamer. Toch wel ook een trotse jongen, denk ik. Denk je niet dat hij echt zoiets van, ja oké, het zal wel Ruud. Nu, ik moet wel eerlijk toegeven, op het moment dat hij zegt, fucking Anderlecht, fucking team, dacht ik wel, ja Ruud, tuurlijk zeg het maar. Je hebt gelijk man, Ja, ik ben ook anti-Anderlecht. Ja. Maar als speler denk ik wel dat je liever hebt dat je aanvoerder wel vuur brengt binnen de kleedkamer. Zeker tijdens play-off 1 zou het toch wel normaal zijn dat je aanvoerder zoiets brengt. Dus denk wel, ik heb de beelden gezien. En als je Club Brugge kent, dat is toch wel een ploeg, zoals zelfs in de jeugd, die blijven altijd gaan. Dat is altijd wel mooi om te zien wat er achter de schermen gebeurt. Hij had wel een fles in zijn hand moeten hebben of zo op de grond gooien. Niet te maar hij smeet me iets, hè? Hij smeet me iets, maar ik weet niet dat een fles moeten zijn. Dat was wel echt, hè? Voor de mensen die nou denken, waar hebben we het nu al een paar minuten over? Hij mag het één keer doen, maar volgende week is het ongeloofwaardig. Oké, okay, Ruud, als je zit te kijken. Ruud kijkt altijd naar zijn voorbeeld, oud-teamgenoot Simon Sommer. Nou, nooit keer gedaan. Nu nooit meer laten zien. Laten we even kijken naar het filmpje waar we het al 5 minuten over hebben. What are you doing today? Hey, what are you fucking doing, man? Against this fucking Anderlecht. Fucking team, man. Come on. Little bit energy erin. Godverdomme, man. Oké, okay, I don't know if you guys saw it today. Oh, dat was hem. Oké, okay, we wilden even een klein stukje laten zien. Ik denk, we gaan helemaal kijken. Maar ongeloofwaardig. Iemand Jommel gooit Ruud Vommel onder de bus. Even serieus. Je weet wie je straks zo meteen kan pakken. Luister eens naar wat gezegd wordt hier. Oh. Dat staat morgen in de Vlaamse krant. Ja, zeker. Je luistert naar de helft. Weet je, wat is het typisch van media? Schrijvende media is dit. Ja. De fucking busman. Ja, maar jij zou het bij Ajax willen zien? Nou ja, ik zou graag een keertje wat meer vanuit die kleedkamer willen zien. Wat daar geroepen wordt in de rust. Hè? Dus als je kijkt naar die wedstrijd, thuis tegen PSV? Achterkomen? Wat gebeurt 2-0 achter na 20 minuten, toch? Ja, wat gebeurt er dan in die kleedkamer? Wat wordt er tegen elkaar gezegd? Wie zijn die leiders? Ik zou dat heel graag willen zien. Wie dat dan oppakt, kun je natuurlijk wel een beetje naar raden. Simon, is jij bent fel tegen? Tegen wat? Camera's in de kleedkamer. Ja. Mogen ze bij jou filmen in de kleedkamer? Ja. Ja? Wij filmen in de kleedkamer. Oh, jullie filmen natuurlijk in de kleedkamer. Niet, dus, Ja, maar dit is heel lief, hoor. Wat Ruud doet, dat is lief. Wat in de kleedkamer gebeurt. Ze spelen nu gelijk, hè? Ja, nee, maar dit was in de rust, toch? Was dit in de rust? Ja, in de rust, maar het is niet persoonlijk tegen één iemand. Dat zou het veel harder maken. Dit is lief. Daar gebeuren andere dingen in de kleedkamer die echt... Nee, maar kijk, ik snap best dat het live bijvoorbeeld dat lastig is. Hè? Omdat je dan misschien ook wel beperkt dat spelers echt alles tegen elkaar kunnen zeggen. En ik denk dat op dat niveau, op jullie niveau in ieder geval wel moet. Maar dat daar een soort van edit in zit of een soort van regie over gaat. Van oké, dit kunnen we wel laten zien, dat kunnen we niet laten zien. Ik denk dat dat echt iets zou bijdragen aan de supportersbeleving altijd. Ik heb ooit... Ja, ik weet het. Dat zou jou misschien ook nog wel herinneren. Feyenoord, Ajax, Suárez en Luke die ruzie kregen in de kleedkamer. Nee, weet je dat nog in de Kuip? Werden allebei gewisseld? Nee, ik kreeg het in het veld aan de stok. En ik liep daar als field producer langs en die deur stond open. Nou, er stond echt allemaal... Die werden in de rust... Die moesten uit elkaar gehaald. Die werden helemaal gek tegen elkaar. Gingen elkaar te lijf. En toen werden ze allebei voor mij door de kaart of zo gewisseld. Nou, dat bedoel ik dus. Ik val lelijk door de mantel als Ajax ziet nu. Want ik heb geen idee waar het over gaat. Maar ik had het graag willen zien. Maar ik vind juist dat niet te veel gezien. Ja, ik snap dat het leuk is van onze potten. Ja. Maar dat is ook een dynamiek die in de ploeg heerst. En die er staat. Waardoor het naar buiten komt. Veel groter gemaakt gaat worden dan het misschien eigenlijk is. Want in het team wordt het dan, bij wijze van spreken, ga je echt elkaar aan de... Nou, je gaat elkaar bijna aanraken en de volgende dag is klaar. Maar als dat de media naar buiten komt en dan gaat de media het oppakken... en het staat de volgende kant in de krant... Ik denk dat het de volgende keer anders doet dan. Nou, ten eerste gedraag je dan anders. Ja. En ten tweede is een ruzie misschien zelfs... die helemaal niet zo groot had hoeven te zijn... wordt veel groter gemaakt. Het gaat me uiteindelijk ook niet echt om die ruzies, hoor. Natuurlijk is dat smeuïg en het... Wel leuk om te zien. Ik heb ooit een filmpje gezien van een quarterback van de NFL. En die werd geprept door een van die coaches. Die vent die werd gewoon, ik geloof, 5-6 keer gewoon recht in zijn gezicht geslagen.
En die vent die werd helemaal zo poep, schuim op de bek en bam het veld op. En dat zijn die momenten in zo'n kleedkamer. Ja. Dat je ziet van, oké, die speler wordt nu geprept voor dat ene moment wat hij die moet performen op dat toplevel. Dat vind ik wel echt gaaf om te zien. Hè. Dat is topsport, inkijkje in hoe die technische staf daar dan mee bezig is. Ja, maar denk je niet dat bijvoorbeeld 50 mensen gezien hadden of dat gekeken hebben en gezegd, hoe kan een trainer nou iemand slaan? Dat mag toch niet? Hij mag hem toch niet aanraken? Ja, als die speler dat nodig heeft. Ik had niet de indruk dat die speler op dat moment... Nee, die speler... Nou, maar dat is bedoeld. Die speler is er vaak ook niet meer. Ik bedoel, in de kleedkamer worden ook door een trainer dingen gezegd. Of ik las nu over Kuipers. Hij heeft fuck you gezegd op het veld. Of fuck off. Heb je dat? Ja. Nou ja, als je telt hoe vaak fuck off gezegd wordt tijdens een wedstrijd. Onderling tegen elkaar of in de kleedkamer. Ja, dan moeten we allemaal stoppen met voetbal. Dat is wel mooi trouwens, want jij het altijd over Kuipers heeft. Danny Makkely was deze week de gast bij de Core Podcast. Ging het over wat je nou wel kan zeggen en wat je niet kan zeggen. Weet je? En hij zei ook meer, het gaat veel meer over welke handgebaren je maakt en of je zijn reputatie aantast. Zeg maar. Dus het heeft echt wat als je met ziektes of dingen, dan ben je er sowieso aan. Maar het kan dus ook zijn dat jij op een bepaalde manier iets zegt, iets heel pijnlijks en daar gebaren bij maakt en dat je dan een kaart krijgt. Kijk, Kuipers staat bekend om, ja, dat weten we in Nederland, weten we het al veel langer. Maar is het sinds, wat is het, 18 toen in Neymar, tegen Neymar ging schreeuwen dat hij op moest staan op het WK? En dat mensen over de wereld dachten, wie is deze gast? Ja, die zien wij elk weekend en die duldt geen tegenspraak. Het is gewoon een Nederlander voor ons. Over Nederlander gesproken, wat is een meest degoutante Nederlander? Wat is degoutante? Vieze, vuile. Oké, aldus Antwerp supporter Hans Bressink. Sinds Noah Lang is Ruud Vormer niet meer de meest degoutante Nederlander bij club. Dat is ook al iets. Ja, maar dat is Antwerp van Antwerp en Club Brugge. Dat is echt de hate game in België. Daar is veel misgelopen qua hooliganisme in het verleden. En ja, Noah Lang is ook echt zo een straatrat. Hè? Dus die straalt ook wel wat die arrogantie uit. Ja, en veel tegenfans haten dat natuurlijk. Ik vind het wel mooi. Hij is heel veel vertrouwen straalt. Het is wel voor jou natuurlijk waanzinnig, weet je. Ja, er zitten twee mensen. Jij ziet hem weggaan. Jij ziet hem binnenkomen. Bedankt. Ja. Ik begreep dat hij wegging. Ja. Maar ja, dan zie je hoe hij het nu doet. Nou, één, ik gun het die jongen van harte natuurlijk. Maar ja, je zit ook wel een beetje met pijn in het hart te kijken. Dan denk ik, potdorie. Die speelt zo simpel voetbal. Ja. Dat is ongelooflijk. Die zweeft echt over het veld. Ja. Een van de mooiste dingen die ik in België gezien heb op de velden. Ja, bij Ajax eigenlijk nooit. Hij moest op zijn kans wachten. Ja, ik ken Noah al heel lang. En je wachtte eigenlijk altijd erop dat hij zijn potentie zeg maar, zou laten zien op het veld. En ik heb ook nog met een vriend van hem, zelfs met zijn vader over gehad. Dat is al echt jaren geleden. En iedereen had verwacht dat gewoon de weg naar het eerste elftal zou doorgaan. Dus, is natuurlijk een Rotterdammer, hè? In Amsterdam. Dus, ik weet niet of jullie liep gewoon in Rotterdam met Ajax. Is heel veel. Is ook echt een straatboef, wat je ook zegt. Ja. Maar dat kon hij bijvoorbeeld dan ook. Ging hij verhuurd worden aan Twente. En toch was daar ook niet dat klopte ook niet helemaal. En nu bij Brugge schijnt het allemaal op zijn plaats te vallen. En ook wachten daarop dat die in de voorbereiding wisten ze dat het dan ook niet bij Ajax weer niet gaat gebeuren. Dus eigenlijk zoeken naar de oplossing. En eerlijk gezegd, wij wisten allemaal in Nederland, niet ik, wij wisten allemaal in Nederland hoe goed hij kan zijn. Maar de geloof was eigenlijk al een beetje weg. Zal het nog uitkomen? En nu is iedereen stom verbaasd van, ja kijk, zie je, hij laat het daar wel zien. Ik dacht wel, toen Club hem aankondigde, dacht ik van, wie hebben ze nu binnengehaald? Hoezo? Die rap? Ja, gewoon, we haalden Ruud Vormer binnen. Ja, dat is degelijkheid, dat is werken, dat is vooruitgaan. Maar we hebben ook Van Rijn gehad, op rechtsachter. Dat was totaal mislukt. Dat past totaal niet dat karakter. Dus ik dacht van, ja, die jongen gaat ook gewoon op een muur, de Brugse muur botsen van, je moet discipline tonen, dit en dat. Maar die liet gewoon zo snel zien dat hij zo goed kon voetballen. En heel die ploeg heeft zich eigenlijk naar hem gevormd. Ja. Dus je had Hans van Aken, die een beetje de belangrijkste van de ploeg werd. En nu is gewoon Noah Lang de belangrijkste van de ploeg. Gaat hij eigenlijk weg? Van Aken? Hans van Aken? Nee, eerder Lang. Denk je niet dat Hans van Aken verkocht was? Nee. Ik denk dat Van Aken tot zijn 60ste in het eerste van Brugge zal spelen. Ja? Maar volgens Flap is hij toch al 20 jaar gestopt? Dat was toch bij zijn presentatie? Dat altijd Hans van Aken denk ik altijd. Dat moet ik daar aan denken, toch? Die is al 20 jaar gestopt met een nieuw kapsel te vragen, Hans van Aken. Die heeft gewoon diezelfde kuif nog altijd. Ik blijf erop terugkomen. Maar, Die Flap die had dat wel niet mogen zeggen. Die zit al 3 jaar op de bank. Hè? En nu weer in Duitsland. Ja, ja. Maar het gekke is wel wat je zegt over Noah Lang. Ik weet nog dat hij wegging. Hij heeft toen een rap gedaan over zijn tijd bij Ajax voor mij, toen hij wegging. Ja. Zijn aankondiging bij Club was ook wel dat daar heel veel negatieve reacties op kwamen. Omdat
ja, de mediawereld snapt dat ook helemaal niet. Maar dat is toch bij de paai en zo ook. Dat hebben die jongens. En als die iets te veel bling-bling tonen, dan maakt iedereen dat meteen af. Van jullie aflevering 3 gaat erover, toch? Ja. In de FC United gaat het over hoe de mediawereld daar ook een rol in heeft. Over stereotypen, hè. En natuurlijk, als je de media en sportjournalisten... zijn eigenlijk bijna allemaal witte mannen. Ja. Wij houden van discipline. We hebben al vaak de discussie gehad, hè, Yves, over hoe wij... Je hebt me van de week nog een typische tweede provinciale blanke trainer genoemd. Ja. Hè? Jij gooit hem gewoon even onder de bus. Tuurlijk. Prima. Maar ik heb het is een uitstekende aflevering. Ik dacht, oh, FC United, we proberen de wereld beter te maken. Ondertussen, hop, iedereen gaat onder de bus. Maar ik heb de montage in handen van de nieuwe reeks. Ja, 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 dus, ja. Het feit al dat Noah Lang is een held, hè, bij onze jeugd. Hè. Waarom? Iedereen zegt van, alle jeugdspelers kijken nu op naar Noah Lang, want ze herkennen zich erin. Ja, ja, ja. Herkennen zich. Ja, straat, die gast heeft lak aan. Je moet geen straatjongen, maar de jonge gast die eigenlijk nergens, die eigenlijk niet de kans echt kreeg om door te breken bij, bij Ajax, breekt door bij Club Brugge. Dat is eigenlijk wat heel veel jongens willen meemaken. Ergens willen doorbreken, maar het lukt niet. En dan toch kunnen doorbreken en kunnen laten zien, ja, ik heb het toch in mij. Ja, en dat is wel mooi. En dat bedoel ik ook over media. Ik weet dat in Nederland altijd wel lacheren werd gedaan over zijn interviews. Hoe hij praat. Ja, hij praat anders dan, nou, noem ze dat, Guus Til of Teun Koopmeiners. Weet je, ja, hij praat op een hele andere manier. Hij uit zich op een hele andere manier. Hetzelfde als Memphis. Jij geeft Memphis net een voorbeeld. Ja, we kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat ongeveer Tweede Kamervragen opleverde dat hij met een hoed aankwam bij het Nederlands elftal. Weet je, dat mensen dat... Ja, nou, zo heftig was het op een gegeven moment. Ja, maar kijk, weet je wat het probleem is? Niemand luistert dat... Kijk, als je iets zegt qua inhoud wat niet klopt... Ja. Dan moet je daar gewoon op aangaan. Dan moet je gewoon zeggen, luisteren wat je zegt. Klopt gewoon niet. Punt, klaar. Wat wel de kracht was, sorry, van Noah Lang nog... Club, helemaal begin van het seizoen, draaide vierkant. Ze verloren denk ik 2 keer op rij, heel vaak thuismatchen. Noah Lang komt erbij en dat blijkt de perfecte link te zijn tussen de zwarte spelers en de witte spelers. Hè. Nederlander, Clinton Matta op rechtsachter, zijn beste vriend, nog anderen. Ja. Ja, dat is gewoon een cement van die club, van die ploeg. Ja. En dat werkt en hij scoort dan ook nog. Ja, en dan krijg je een succesvolle status, ploeg. Ja. Ja, jij wilde zeggen over dat het niet uit moet maken. Het maakt niet uit op welke manier het uit. Het gaat erom wat je zegt. Ja, ja, zeker. Als je iets vertelt, bullshit is, moet je gewoon afgestraft worden... verkeerd. Maar op welke manier of met welke taal of welke duiding, het maakt niet uit. En zoals Memphis bijvoorbeeld, ik ben blij dat Memphis altijd zichzelf is gebleven. En nu is iedereen stil, want hij presteert als een ander. En nu opeens kan hij volgens mij ook met een hoed om zijn schoenen lopen. Dat maakt niemand meer wat uit, want hij doet het waanzinnig. En daar moet je van begin af aan naar kijken. Wat zei? Zou ik wel eens willen zien zo. Ja. Nee, maar het is wel mooi hoe het sentiment is omgeslagen. Maar het komt ook denk ik ook, weet je, hoe ernaar gekeken wordt door hoe Noah Lang of Memphis of andere mensen. Dat het, weet je, de mensen die de journalistiek beheersen, dat zijn over het algemeen witte mannen boven de 50. En die hebben ook geen idee. Maar je zag het in de week met PSG dat ze wat over de rooien ging omdat ze aan het verliezen waren en begonnen te schoppen. Dan was het direct in de kranten van het zijn de straatjochies en de banlieues en ze weten niet beter. En het vuil spel zit erin gebakken. Ja, dat kan je toch niet meer zeggen. Ik vond dat heel bizar allemaal. Ja. Nee, zeker. Alsof dat agressief spel ingebakken zit in die jongens. Gewoon ik zou vertellen, ik had gewoon rood gehad in die wedstrijd, dat weet ik zeker. Ja. Ja, voilà. Ik zat ook... Gewoon bij verliezen, dat je er niet tegen kan. Ik had het toch niet kunnen hebben. Ik was ook voor uur aan. Nee, ja. Ik zat... Ik had wel geraakt. Nou, dan ging het... Ja. Nee, dat was... Jan-Willem Spaans, die hier een paar weken geleden zat. Hè? Waar jij zo... Die stuurde op Twitter dat hij zei... het ging over Hazard. Over het lachende afloop. En die stuurt... Hazard is prachtig tegengif. Voetbal is een spelletje. Hè? Je doet 90 minuten alles om te winnen. En daarna kun je best wat lachen. Dat wij gekker miljarden in pompen en ons humeur erdoor laten verzieken... neemt niet weg dat het gewoon een spelletje blijft. Team Hazard. Toen stuurde ik... Ik ben blij dat wij nooit teamgenoten zijn geweest. Ja. Als je verliest... Ja, ik weet niet hoe jullie over jullie landgenoot denken, over Hazard. Maar als je halve finale Champions League wordt uitschakeld... en dat je een lach, hè, dat je je oud teamgenoot... maar dat je loopt te grinniken dat je net... Ja, maar dat hoort ook bij de show. Kijk, soms zie je dat bij... je bent aan het verliezen, je speelt thuis. En wat gebeurt er dan? Heel veel ploegen beginnen zich agressief te gedragen. Om toch aan de supporters te laten zien... We hebben er alles aan gedaan. Ja. Opstootjes ontstaan. Ja. Ze hebben nu een shirtje nat gemaakt. Ja. Flauwekul. Ja. Geef me dan liever Hazard. Die heeft verloren, heeft zijn best gedaan. Ja. Real Madrid was gewoon niet goed genoeg. Die komt oude ploegmaats tegen. En die lacht wat. Ja, oké, okay, bon. Dat ging de wedstrijd niet veranderd hebben, toch? Nee, maar ik ben wel... Kijk, je kan natuurlijk amicaal zijn met je ding. Maar als je net uitgeschakeld bent, is dit wat andere, hoor. Uitste.
Ik weet niet of dat... ik ben niet helemaal met je eens. Ruud Vormer of een Tjommer, als hij dan in de kleedkamer komt en Hazard wandelt binnen, dat je toch zoiets zegt van, Eden, wat is het, jong? Ik denk dat Simon niet gepraat. Ik denk dat... Eden Hazard... Eden Hazard zei, Eden, was het een leuke grap? Maar vertel als... even die grap aan ons. Maar als nee, moet je niet speelt toch ook voor geld, nee, voor premies, voor titels? Dat is ook iets wat je dan moet voelen op dit moment. Ik ben niet helemaal met je eens. Ik snap wel, je moet geen show ophangen. Je moet ook geen traan laten als je geen traan in je hebt. Dat vind ik ook niet, maar... Ook veel mensen doen, hè? Veel spelers. Ja, weet ik. Op hun hurken, het truitje over hun hoofd. Ja. Sneak, sneak, sneak. Whatever. Nee, daar heb je wel gelijk in. Maar dat is dan ook weer de show. Cynisch. Alleen je moet wel... Cynisch. Ja. Je moet wel opletten. Ik vind wel dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt, ook naar je supporters toe. Dat je niet denkt van, het interesseert me toch niet. Die zijn er zelfs niet tegenwoordig, hè? Die zijn er zelfs niet, de supporters. Maar je snapt wel. Kijk, Ik snap het helemaal. Zal ik heel eerlijk zijn, ik ken hem niet. Ik weet niet hoe... Het gaat sowieso... Het is einde in Madrid. Het is gewoon geen gelukkig huwelijk. En dit is misschien wel de druppel. Hebben ze nu niet gewoon de ideale stok gevonden om hem te slaan? Ik denk dat hij het ook wel slim heeft gedaan. We hebben in Nederland op een gegeven moment, broodje kroket, Michiel Kramer gehad. Die speelde niet bij Feyenoord. Michiel dacht op een gegeven moment, ja, fuck it ook, weet je. Ja, ik wil gewoon weg. Ja. Maar Hazard heeft ooit een hamburger gegeten tijdens de wedstrijd nadat hij gewisseld was. Hè. De wedstrijd was nog bezig. Rode Duivels. Echt? België-Turkije, denk ik. België-Turkije leken ze altijd maar af. En hij gaat gewoon een hamburger halen, 5 meter. Nooit. Aan het hamburgerstandje. Wordt gewoon op tv. Wat? Wordt gewoon op tv. Waar was het? In Brussel? Hij loopt het stadion uit? Of waar loopt hij? Of zo? Ik kom in Boudewijnstadion. Gewoon bij de supporters. Hij wandelt de bank af en hij gaat een hamburger kopen aan de hamburgertent. En hij staat die op te eten terwijl er een Interland bezig is. Ja, ken je dat niet? Hamburgergate. Nog nooit van je. Hamburgergate? Heb jij dat? Wist jij dat, Martijn? Nee, nooit van gehoord. Ja, je moet wel opzoeken straks. Je moet weten. Hazard is Hazard, hè. Ja. En dat is hetgeen dat hij bedoelt. Hazard blijft zijn eigen. Dus wij verschieten er niet van, want... Ja, maar jullie kennen hem beter. Maar ik vind nog wel dat je ook naar jezelf, naar je ploeggenoten, naar je makkers in het team ook een bepaalde waardigheid hebt, hè? Ja, wel. Waar, maar je moet ook niet je eigenheid gaan binnenverliezen. Nee, zeker. Maar dan, ik denk dat daar ook wel mee... Je hoeft niet dit op te... Je zoekt dit op. Zeg maar. Zegt misschien ook wel veel over zijn relatie met zijn ploegmaat. Ja. Nou, ik zou even een klein voorbeeldje noemen. Ik heb op de laatste dag van 2008 was of 2006... de kampioenschap verloren? Zeven? Nou ja, was dichtbij. Tak. Ik denk dat jullie het dan wel kennen, toch? Ik ken dat wel. Als één iemand in de kleedkamer had gelachen, kan ik je sferen, die was nee. Maar die had die hele ploeg uit elkaar geplukt. 100%. Ja. Dat is toch een... Kijk, voor Real is dan een... Nee, ik denk het ook niet, hoor. Half finale is niks meer, dat snap ik. Dat doen ze ieder jaar. Misschien zo, ja. Dat snap ik wel. Maar dan nog vind ik wel, ja. En er zijn natuurlijk oud-profs allemaal. Het zijn geen jonkies meer bij eigenlijk. Nee. Ik kan me niet voorstellen als hij die kleedkamer in komt en Ramos heeft dat gezien. Dat Ramos zegt, nee, ga lekker zitten. Ik kan me niet voorstellen. Maar ik denk wel als Ramos uitvliegt tegen Hazard. Die spreekt volgens mij nog altijd geen woord Spaans. Dat hij gewoon opkijkt. Ja, dit interesseert hem niet. Hey, hallo. En die gewoon rustig verder gaat met zijn ding. Dus, Wij hebben dat met de ontwikkeling van het Nederlands talent Mitchell Bakker gehad. Hè? Paris Saint-Germain die zegt, ik leer geen Frans. En dat... Portugees waarschijnlijk. Nee, ja, maar hij zegt, nee, ik ga geen Frans leren. Handig wel. Ja, toch? Ja, en Jean-Paul Rizon was hier vorige week de gast en die zei, in Parijs is het zo heftig. Iedereen spreekt Frans. Iedereen moet zich aanpassen. Hè? Of in ieder geval effort doen. Of het nou Marquinhos is of Neymar. Iedereen doet een basis Frans. Maar hoe leuk is dan als je Matthijs de Ligt een interview in Italiaans zou doen en Frenkie de Jong in Spaans? Toch, geweldig. Ja, dat vind ik. Ik vind dat gewoon respect, sorry. Gaan we ook weer terug naar waar we in het begin. Je moet gewoon respect hebben voor iedereen en het waarderen. Ja. En je moet nooit intentie hebben om iemand te kwetsen. En als je naar Frankrijk gaat en zegt van, ik leer geen Frans. Vind ik persoonlijk zou dat kwetsend opvatten. Martijn, denk je dat als Alvarez in de halve finale van de Champions League zou verliezen, dat hij dan een grapje zou maken met de maat van de tegenpartij? Ik denk dat hij een touche is, want hij rood heeft gepakt. Ik weet niet of je de officiële voorzitter bent. Onofficiële. Onofficiële voorzitter van de fanclub van Edson Alvarez. Ja, hoe is die liefde ontstaan?
Ja, dat is eigenlijk... dat is via Twitter gegaan. Ja, nee, ja, ik heb een... wat ik ontzettend knap vind van Alvarez... is dat hij weg van zijn vrouw, kinderen... Ja, hier zien we de tweet, hè? Ja, super moeilijke opstart gehad. En eigenlijk door thuis. En op het moment dat die hereniging weer heeft plaatsgevonden... dan in één keer komen die prestaties... en blijkt hij toch een onmisbare schakel te zijn... in mijn beleving althans... op middenveld van Ajax. Hij ruimt superveel op. Eigenlijk een beetje die rol van Makelele... van vroeger met Real Madrid. En, zo is wel een vergelijking, hoor, meteen. Ja, ik ga gelijk voor heel hoog en heel groot. Het is ook een topspeler, hè, Alvarez. Ik zit niet voor niets op die bandwagon als bestuurder. Samen met Jelle, overigens. Ja, daar heb ik een tweetje aan gewijd. En tot mijn grote verbazing... Het is een Alvarez, ja. Reageerde daarop. Dus ja, dan moet je een shirtje halen en ga je die bandwagon besturen. Het is wel on-Ajax om net de nummer 6 eruit te pakken, toch? En niet de spits of de mooie nummer 10. Ja, maar een keeper, hè, die zijn toch een beetje gek? Ja. Nee. Punt bewezen. Ja, maar zelfs bij Ajax is zelfs de keeper... Nog een... Glamour boy. Ja. Onana, als je André Onana bekijkt, als je op goal is toch wel... Ja, zeker. En nu niet meer, jammer genoeg, maar Mate doet het ook goed. Maar het zijn nog overal door de linie heen. Ik denk dat het gebruik van Onana hoort ook een beetje bij glamour gehalte eigenlijk. Het grappige van het hele Onana-verhaal is dat Adidas natuurlijk met hun kit... dat een beetje heeft afgestemd op Onana in mijn beleving. Hè? Paars, fel, groen. Ja, en nu maakt het hebben. En nu die staat, met een peuk op doel staat die wedstrijden te keepen... af en toe een bal pakt en dan weer doorgaat. Ja, vind ik over het algemeen wel grappig om te zien... dat hij dan ook in dat knalpaars staat. Zo. Ja. Okay, ja. Nee, maar ik denk dat wel onderschikt... het is wel mooi dat jij weet je, uiteindelijk het voor me opnam. Omdat het wel iets is wat wij in het Nederlands voetbal... eigenlijk totaal niet zien. Hè? Hoe Alvarez en Martinez... daar met z'n tweeën op het veld staan. Ja. Wij spraken Jurgen Ekkelenkamp bij Jong Oranje. En die zei, ja, weet je, voetballend vindt de trainer eerlijk gezegd wel goed... maar er mag wel iets meer mentaliteit ingebracht worden. En dat wij vroegen, ja, maar hoe zit het dan precies? Hij zei, ja, nou ja, ik kijk gewoon naar Slagerij Alvarez op de training. En hoe ja, die... ik vind, met Slagerij doe je hem eigenlijk tekort. Die, dan moet ik even de wedstrijd goed terughalen. Welke wedstrijd was dat? Wat dan? Dat hij rood kreeg? Nee, hij had geen rood gehad. Je bent wel tegen Vitesse. Ja. Die tackle die hij in de 5-meter box maakte. Die afgelopen weekend tegen AZ. Ja, die blok tackle. Ja, ik geloof dat het tegen AZ was. Maar hij staat aan de verkeerde kant te dekken. Hij komt van achter in de 5-meter box. En dan die sliding gewoon... Kijk, Slagerij Martinez. Maar het gaat veel meer over... Of Slagerij Alvarez, een van die twee, waar je het liefst je vlees haalt. Maar het gaat meer over de beleving. Hoe zij. Kijk, hij legt uit. Als er een bal ook tussen komt op de training. Je denkt toch niet dat een van die twee dan maar 1 seconde hun been terugtrekt? Nee. Nou ja, dat doen ze niet. Nee. Nee. Maar dat heb je vroeger geleerd, hè? Als je terugtrekt, raak je geblesseerd. Ja, nee, maar ik bedoel, dat voegt wel. Dat is eigenlijk on-Ajax. Ja, maar misschien juist... Waarom? We hebben Nigel de Jong gehad, waarbij hij het in gaat. Nee, maar kijk, als je de lichting, zeg maar, die halffinale Champions League haalde, wie had je daar? Ja, Frenkie de Jong en Lasse. Ja. Maar dat is een keertje heel iets anders. Maar daarvoor had je toch ook altijd spelers die daar stonden, die ook... Gewoon, was Nigel geen slager dan? Ik bij Ajax minder, hoor. Ja, dan uit het later in zijn carrière. Dat klopt. Hij werd het steeds meer. Maar ook omdat de voetballende kwaliteit er minder vragen dan hem. Maar Nigel, als ik tegen Nigel moest spelen, was altijd... moest je echt warm aankleden. Want je wist, als je kop er wel in gaat... ja, je moet je eerst beschermen voordat je die bal raakt. Ja. Dus het was ook... we hadden het altijd ook bij Ajax. Hadden we ook, ik bedoel, Edgar was... Oké, Edgar was een hele goede voetballer... maar Edgar kon ook echt erin gaan. Dus het was maar altijd... ook pas later. Ja, je kan er alles bij halen. Maar nee, maar ik bedoel meer... maar dat het bij Ajax... waren het niet dingen die naar voren kwamen. Dat is later in de carrière gekomen, dat bedoel ik. Misschien is het verschil wel dat het... Omdat het voetballer zo dominant was alweer. Ik denk dat jullie allebei gelijk hebben. Nou, dat denk ik Zeg nou maar gewoon dat ik gelijk heb, want ik krijg het altijd op mijn kop dat ik gelijk heb. Kijk, ja, wie was er ook weer meer op de hand van... Hij heeft gezegd dat alle keepers... zijn top. Keepers zijn geweldig. Ja, nee, kijk, hij is heeft gelijk. Nee, ik bedoel te zeggen dat in het verleden kwam je als Ajax daar niet echt mee weg... om dat te roepen, hè, dat je een tussen aanhalingstekens slager had op het middenveld... En nu is het gewoon openlijk. Gewoon, ja, oké, die staat er om dat te doen, om op te ruimen. Ja. En in plaats van alleen maar mooi voetbal. Het is ook zo, je kan ook slechte slagers kopen. Hè? Dus wees blij dat Alvarez en Martínez... Wie is jouw slechte slager? Wie is de slechte slager bij Mechelen? Wees bij. Je zegt nooit zoiets, heb ik al gemerkt. Joachim van Damme kan wel een potje hout hakken, moet ik zeggen. En dat zal bij Ajax nooit meedoen. Maar je ziet het ook bij PSV. Ze hebben ook van die profielen, maar die zijn gewoon minder goed. I-vlacht. Je moet ook in dat profiel de beste hebben.
Wat is jouw club eigenlijk? Jeugd. Van Damme was een ploegmaat van mij bij de jeugd. Wie, Jelle? Nee, Joachim van Damme. Joachim van Damme. Ja. De nummer 6 van KV Mechelen. Okay. Jullie zeggen Slagers, maar zeggen Beenhouwers. Beenhouwer, ja. Beenhouwers. Wat is jouw club eigenlijk in België? Ik heb geen club. Nee? Nee. Helemaal niks? Nee. Ik geloof het niet. Nee, echt nee. Ik kijk niet naar voetbal. Ook Europees niet? Nee. Ga je het EK kijken? Nee, interesseert me niet. En dat is dan, echt niet? Dat is dan trainer van de belangrijke voetbaljeugd. Maar de jongens komen dan in de kleedkamer. Hey, hebben jullie gisteren Champions League? En dan staat de trainer. Trainer. Volgens mij is Daniel Wiss nog altijd rechtsachter van de Barcelona. Ik kijk niet naar voetbal. Nee, echt niet. Omdat ik al zoveel op een voetbalveld zit met jeugdspelers, dat als ik thuis kom, dat ik... Kijk je andere sporten? Nee. Helemaal geen sport? Ik kijk geen tv. Amper. Nee, dat zou kunnen. Amper. Lees je? Lees wel veel. Lees je over sport? Nee. Ik lees wel mijn boeken voor mijn studies van sport, maar verder. Oké. Okay. Totaal anders. Ben je gelukkig? Huh? Ben je gelukkig? Gelukkig ben ik gelukkig. Dat hij nu begint te huilen. Nee, nee, ik mis het. Nee. Ja, ik vind het wel mooi. Maar straks boeit je ook helemaal niks op het EK? Misschien België. Misschien België. Ik ga wel kijken naar België. Nee, dat is wel. Dat wel. Oh, ja. Dat wel. Maar voor de rest, nee. Ja, dat is wel... Ik zei het laatste. Dit wat is verwacht wel... je van België? Dat ze goed spelen. Nou, maar niet dat je verwacht dat bepaalde... Nee, totaal niet. Ik was heel boos toen ze Radja niet hadden meegenomen. Ik was echt heel boos. Waarom? Omdat Radja... Hetgeen dat ik doe als sociaal werker binnen onze voetbalclub City Pirates Antwerpen... Ik werk met heel veel jongens zoals Radja. Ja. En Radja is ook nog eens Peter van onze club. En dan Radja juist niet meenemen voor een heel belangrijke toernooi... waar die zeker gebruikt kon worden, deed echt heel veel pijn. Ja. Dus daarom ook heb ik zoiets van voetbal. Er niet zoveel van hebben. Ja. Is het is niet... Kijk, 18 was eigenlijk had de bekroning moeten zijn, toch? Voor de gouden lichting. Natuurlijk. Ja, ja. Nu, ik zit nog het even kan kijken. Nog, hoor. Het kan nog, hè. We kunnen Qatar kunnen we echt nog wel meedoen. Maar dan zal het wel de laatste keer. 18 was nog wel compagnie, toch? Of niet? Ja. Toen waren ze allemaal nog jong. Hè. Ja, ja. Nu, de verdediging is gewoon heel oud. Maar je hebt Toby. Toby, nog, nog altijd Vermalen, Vertongen. Ja, ja. Het zijn eigenlijk nog altijd dezelfde. Maar de Bruyne, Courtois, Lukaku, die kunnen wel nog even mee. Ja, zeker. Maar we hebben gewoon een nieuwe... En Mertens is dan al 33, toch? Ja, Mertens, maar 34, die blijft scoren. 34, dus 34 ja. Nee, maar meer weet je dat je uiteindelijk moet je het een keer bekronen. En zit er niks achter dan? Ik kijk enorm uit naar de EK. Zit er niet veel achter in jeugd? De naaier van Lyon. Tielemans. Ja, middenveld. Leicester, toch? Die blijft pleiten voor Brandon Mechele van Club Brugge. Nee. Brandon Mechele, maar die ga je echt niet kennen. Nee? Is Tielemans echt zo goed? Ja, Tielemans is toch wel de man die de stap naar een Real Madrid en een Barcelona moet zetten. Dat vind ik. Bij Leicester, hè. Die mannen zijn weer aan een fantastische seizoen. Ja, zeker. Tielemans is echt wel de man, hè. Ja, maar dat is wel echt knap, hoor. Er is wel rekenen op dat je... elke 3 jaar een De Bruyne en een Lukaku kan opleiden, dat is in België niet. Dus je moet er rekening mee houden dat wij terug wat slechter worden. Jammer genoeg. Ja. Wij moeten er nu van genieten. Ja, we moeten zeker. Echt nu alles winnen wat we kunnen winnen. Richie de Laat moet opgeroepen worden. Ja, geniaal, hè. Ik ben pro, hij is tegen. Je kan wel raden wie dat in de chat heeft gegooid. Hans Bressink gooit dat in. Ja, als je de pool kijkt, dat is geen probleem, toch? Rusland, Denemarken, Finland. Ja, kwartfinale is een minimum. Hè. En als we dan tegen Nederland mogen, zitten we in de halve. Dus dan kan dat. Ja? Jij bent wel van de uitspraak, hè? Van daar willen we in. Ja, maar denk jij in Nederland of België? Ik word hier uitgenodigd door Niel om iets te zeggen. Hè. Wie verder komt? Ja. Nee, stel, Nederland-België komen elkaar tegen, kwartfinale. Is Nederland te sterk dit jaar? Nederland is sterker. Sterker dan België? Kom op. Zo lekker dat er een scherm tussen zit, hè? Nee, maar dat had ik een aantal jaar geleden niet gezegd. Daar zijn geen bewijzen voor, hè? Nou ja, als ik de rode lijn trek die er is met nu al keer keeper... moeten we afwachten wie keept, daar ben ik het met je eens. Dat wordt nog wel een vraagteken. Of dat sterk genoeg is, maar dan heb je De Ligt, Frenkie de Jong... Memphis, Wijnaldum. Nou, ik vind de rode lijn, die is bij ons echt sterk. Kijk, de kwalitatieve spelers zoals De Bruyne hebben jullie nog... die onwijs veel kwaliteit heeft. Maar het is niet meer zoals teamzijden, zeg maar, wat je net ook zegt, in 18... die nog sterker zijn en ook als collectief sterker zijn. Nee, ik denk dat... Wie is jullie? Is Mio Nederland beter is? Toch? Wel ik? Wie keept het EK bij jullie? Courtois, hè? Oh, Courtois natuurlijk. Mio had de laatste wedstrijd gekeept. Ik ben fan van Kasteels. Koen Kasteels, ja, die roept nu echt een goede keeper. Okay, okay. Ondergewaardeerde keeper. Oké, laten we even echt de opstelling. Stel dat Nederland er ook... Dan heb ik even een 3-4-3 ongeveer. Hè. Courtois of Sillissen?
Ja. Hey. Nee, Courtois. Achterin Alderweireld. Of even kijken wie wij dan EK spelen. Nee, die kan de laatste linie kan je gewoon van Nederland even. Oké, dat is dus 3-1 Nederland. Middenveld. Nee. De laatste Jan van Tongen. Twee centrale. Alleen als Van Dijk fit is, hè, want nee, anders is het gewoon De Ligt met Nontobi, hè. Ja, hij is ook nog De Ligt. De Ligt boven, of de Vrij minder dan Toby? Nee, man. Kom op, zeg. Nee, echt niet. Echt niet. De Vrijmaak heeft echt een wereldseizoen. Sorry? Een gelijk spel achterin. Van mij mag je De Ligt hebben, maar komt wel Vertonghen erin. Matthijs heeft sympathie. Maar middenveld hebben wij dan Frenkie, Wijnaldum en dan de golfbreker van Bergamo. Ja. En dan heb je weer bij België. Met wie spelen je? Tielemans? Normaal gezien Witzel de Bruyne centraal. Ja. Tielemans, Witzel de Bruyne. Tielemans voor de Roon, ben ik het mee eens. Frenkie staat bovenaan kop, daar komt niemand voorbij. Nee, Frenkie boven Witzel en dan... Nee! Jawel. Nou, dit seizoen alle blessures. Sorry, Evert. Nee, ik waardeer je enorm als persoon, maar als jij Frenkie niet boven Witzel zet... Nu nog niet. We moeten geven en nemen. Nee, nou serieus? Geef ze nu even Frenkie. Nu nog niet? Ben je serieus? Maar, jullie... Nee, Simon, ze hebben geen Spaans voetbal in België. Jawel. Nee, ze kunnen geen Spaans voetbal zien. Nee. Ik zou Frenkie in de Bruyne met daarachter... Witzel zetten. Nee, ik zeg dan... Ik moet eerlijk zijn, ik zou Frenkie de Bruyne en Tielemans doen dan. Ja. Ja, ook. Dus dat is 2-1. En dan voorin? Ja, dat is Memphis of Lukaku. Ja, dat is dan... Nee, Memphis. Oh. Ik moet toch aan de Belgen geven, Lukaku. Doe nou even mee, man. Ik ben al aan de buitenkant heel zwak, dus ik moet deze invullen. Maar, ja, aan de buitenkant. Dus, wie hebben we aan de buitenkant? Dries en... Carrasco links. En Hazard, als hij fit is. Ja, als die fit is. Die is al 2 jaar niet fit, toch? Nee. Ja. Als je zo 1-op-1 speelt, wordt het wel lastig van Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Hebben die Belgen gedronken? Je voelt wel dat Nederland er weer zit aan te komen en dat het bij ons inderdaad... Nederland gaat nog winnen. Dat is echt zo. Vanaf Qatar wordt het weer spannend. Mensen vragen, voetbalt Timmy Simons nog? Die is wel echt lang doorgegaan, hè? Jeetje. Dat is 40, hè? Oh, ongelooflijk, wat knap, zeg. Maar ook een hele goede speler nog bij, bij Eindhoven. Toen ging die help me even. Naar Eindhoven naar Club Brugge. Ja, speelde die ook nog. Met 40 jaar nog de aanvoerdersband, toch? Ja. Oké, België boven Nederland? Ja. Nee. Nee? Nee, ik denk nog steeds dat Nederland... Okay. Nederland of Duitsland? EK. Als ze tegen elkaar moeten. Hey, ik ben niet zo gecharmeerd van het Duitse team. Denk je dat het goed gaat? Weet je wat het probleem is bij Nederland? Het probleem bij Nederland is heel simpel. Ze kunnen echt waanzinnig goed presteren met dit team. Maar het kan ook zomaar in elkaar storten. Dat gevoel heb ik een beetje. En Duitsland is gewoon veel stabieler. Dus ik ben altijd wel bang dat die Duitsers dan winnen, maar... Denk je dat het maar de kwaliteit van het team vind ik... Ik ben niet zo gecharmeerd van het Duitse team. Denk je dat het Duitse team implodeert voor het EK met de Jeugi? Nee. Nee? Nee, daar zijn ze veel te serieus voor. Nee, echt niet. Maar die hebben toch zoveel klappen nu gehad? Ja, maakt niet uit. Daar komt bij die werkknop om en dan is het gewoon werk. En dan gaan ze hun ding doen. Ik ben nog benieuwd of die Müller terughaalt, wat hij niet gaat doen, maar... Ja, maar het waren die drie toch? Müller, wie hadden ze nog meer? Hummels? Boateng. Ja, Boateng. Ja. Nee, maar het probleem is nogmaals... tegen die, België denk ik ook weer... die drie doen elkaar niet veel. Alleen ik heb gewoon zoveel met Frenkie de Jong. Ja, dat, is gewoon, dat was duidelijk. Is het in België, als je kampioen bent, zeg maar, voor het einde van zal de competitie? Zal ik een uitspraak doen? Frenkie de Jong krijgt gewoon beste speler van het EK. Kan dat? Ja, je hebt gezegd dat binnen 3 jaar de gouden bal ook wint, toch? 100%. Ja. Hey. Een grote Barcelona-fan, dus ik moet er wel een beetje niet mee. Dit is wel, ik denk dat het opmerkelijk is voor de mensen die af en toe mid kijken. Het is mogelijk om even het Winkelman stil te krijgen. Zet hem dan gewoon naar Simon Tjommer. Nee, ik zie jou een paar keer gewoon... Nee, maar hij heeft gewoon net Depay beter genoemd dan Romelu Lukaku. Ja, kom, alleen. Nee, maar je hebt niet... Jullie moeten dringend op zoek. Je hebt de uitleg niet meegekregen waarom ik dat deed. Maar goed. Je houdt van mooie hoeden. De vraag is of Memphis überhaupt in de spits gaat spelen, de TK. Ja, dat is waar. Daar ben ik ook nog benieuwd. Ja. Ik denk dat hij vanaf links gaat spelen. Nou, dan hebben we dus een gelijk met Carrasco en De Jong en ding is, dan is het toch Lukaku. Dost, dan heb je Lukaku. Als Dost, ja. Bestaat er een erehaag in België? Voor de kampioen? Ja. Ja? Gebeurt. Ja. Ja, dat is nu discutabel in Nederland.
Vandaag op de persconferentie. Ja. Ja, dit weekend is de klassieker Feyenoord-Ajax. Ik zag die prachtige promo op ESPN waar neer wordt gezet als een wedstrijd waar het om gaat. En eigenlijk iedereen denkt, ja, bij Feyenoord missen ze twee van hun belangrijkste spelers. En ja, wat gaat Ajax eigenlijk doen? Gaat Ajax er vol overheen, Martijn, of niet? Nou ja, als je alles op de social media moet geloven, dan wordt het een slagpartij. Ja, zeg maar. Een oorwassing van je welste. Ja. Een oorwassing, dat is misschien een beter woord. Maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Ik denk champagnebeentjes en... Ik had het met... Denk je dat de eraag komt of niet? Ja, nou, dat is natuurlijk de vraag. Advocaat heeft gezegd nee. Waarom zouden wij de eerste moeten zijn? Het is geen traditie in Nederland. Waarom zouden wij dan... Is het in België een traditie? Hangt van de clubs af, maar ik heb het al zien gebeuren. Maar zie je Antwerp een eregaag houden voor de club of voor Anderlecht? Ligt moeilijk, ja. In feite maakt het niet meer uit nu, hè? Ja, ik vind het wel mooi. Ja, kijk, ik vind het ook mooi. Ja, Broes, weet je, het is lastig voor Feyenoord om dat dan te zien dat voor Ajax doet. Maar het heeft wel wat. Nou ja, laat ik zo zeggen, de traditie aan zich vind ik chic. En zou in principe gewoon moeten gebeuren. Alleen nu met de gevoeligheden Rotterdam, Amsterdam, Feyenoord, Ajax... Ja, eigenlijk kan Feyenoord niet meer goed doen. Als ze het wel doen... Ja, worden ze kapot gemaakt door een eigen... Ja, toch? Ja, en als ze het niet doen, ja, dan staat half Ajax. Kleine club. Moeten we niet een keer, het is weer hetzelfde. Het is ook weer zo'n gedachtegoed. Je moet er gewoon een keer een statement maken van... Wij als spelers op het veld en als club zijnde... distancieren ons van de haat. En we gaan gewoon een era opzetten. Ja. Klaar. Trouwens, je kan nu beter die eraag doen dan wanneer die hele Kuip vol zit. Dan heb je niemand punt. Ja. Toch? Ja, ja. Ja. Ik bedoel, want er nu zit er niemand. Ja, daarover geen publiek meer, hè? Het kabinet heeft net besloten. Laatste speelrondes van het Nederlands betaald voetbal zonder publiek. De clubs en de KNVB hebben met teleurstelling gereageerd op het kabinetsbesluit. Is dan dat testevenement niet goed afgelopen? Nou, de test was nog nooit zo goed getest. Alleen, het had te maken dat er een wet door de Tweede Kamer moest... en die is er niet doorheen gekomen. En dus hebben ze gezegd, die wet is er niet doorheen. En, ja. Met het oog op de beleving van het betaald voetbal in Nederland... en het perspectief op volgend seizoen... was het naar ons idee gepast en verantwoord... om het huidige seizoen met per publiek af te sluiten. Het is alleen de regelgeving die nu in de weg zit. Ja, er is nog geen juridische basis om het toe te kunnen passen. Ja, in België... Nee, ook niks. Geen publiek en waarschijnlijk tot het einde van het seizoen niet. Nee, maar ja. Ik denk dat het bij ons verpest is dat we getest hebben. Dat iedereen zei, oh, die test is goed gegaan. Als we het niet hadden gedaan, had dit niemand... Maar is het EK dan niet te dicht voor de deur? Dat vraag me af. Ja. Als dit nog niet eens doorgaat. Ja. Wat gaan we met het EK? Ja. Ja, ze zijn nog bezig om te testen, om te kijken met de play-offs. Dus na de reguliere competitie. Dat geeft ze nog meer tijd. Maar we hebben toch het EK nu, dat is ook weer interessant. Het is dus... Zeker ook dat het in alle landen gehouden wordt. Nee. Er is nog niet de plan B, Engeland, alles in... Maar Bilbao heeft zich teruggegeven, Dublin heeft teruggegeven, wedstrijden. Er zijn al landen of steden die hebben gezegd, we doen het niet. Dat is toch straf eigenlijk dat je nu binnen één land steden hebt die concurreren met elkaar. Want ja, dat brengt veel geld in het laatje natuurlijk. Hè. Sevilla heeft een match overgenomen, klopt dat? Ja, en Londen heeft heel veel gekregen. En dat zou er weer mee te maken hebben gehad dat de Engelse overheid een grote rol heeft gespeeld om... druk uit te oefenen op de Engelse ploeg die mee zouden doen aan de Super League. Dus toen is er overleg geweest. En toen heeft UEFA gezegd, als jullie extra druk uitvinden, dan belonen jullie met het EK. Dus we hebben nu meer wedstrijden in Londen. En daar sta je dan met UEFA. Equality. Ja, zeker. Dikke zeven allemaal. Overigens, stel hè, Nederland-België, we hebben het er net over. Die wedstrijd wordt gefloten in door... In Nederland, hebben we al gezegd. Wordt gefloten door Björn Kuipers. Het kan gewoon, hè? Ja, ik heb dat gelezen, maar dat kan je niet meegekregen? Voorstellen. Ja, heb jij geen internet thuis? Kijk jij niet gewoon op voetbalsites gedurende de week? Af en toe. Zegt Björn Kuipers dan... Op mijn kop dat ik niet weet dat Kuipers... Er is een regel, de selecties gaan van 23 naar 26. En er is een regel dat... Er is een mogelijkheid dat als er positief wordt getest door scheidsrechters... dat er dus een scheidsrechter van het eigen land dan die wedstrijd sluit. Zegt Kuipers dan fuck off? Of zegt hij val dood? Ja. Vraag mij af. Ja, pas hij zijn taal aan? Hazard verstaat dat niet. Die is Waals, toch? Ja. Die kijkt hem wel gewoon zo aan, toch? Wat zeg je dan? Als er echt een corona-uitbraak is bij alle scheidsrechters... dan zijn er gewoon geen scheidsrechters. Nee. Die zitten in één hotel. Nee, maar het is meer dat ze überhaupt deze optie geven, toch? Dus ja. Hij kan het... Stel dat Nederland-België is, Kuipers of Makkeli... Team Kuipers, Team Makkeli, 93e minuut... En er gebeurt iets. Dus of hij kan het voor België doen, dat hij België een strafschop geeft. Nou, dan denkt hij dat. Ik denk dat de grens dan dicht gaat. Dat hij dan niet met land in komt, toch? Maar stel dat hij België doet, ja, dat kan je dan toch ook niet meer goed praten. Nee, je kan dan toch ook niet meer naar de Eredivisie, hè? Nee. Als hij België de EK schenkt. Dat kan toch niet? Nee.
Gelukkig is er een VAR. Ik heb het niet besloten, Simon. Jij gooit het weer hier in die groep. Ja. Zoek gewoon wat scheidsrechters van landen die niet meegaan en zit die daar. Ja. Ga je Colina terug? Colina? Ja, dat is wel, ja. Ik vond het wel bijzonder, dat want uiteindelijk zouden scheidsrechters onafhankelijk moeten zijn natuurlijk. Dat is in de basis. Alleen Makkely zei ook in die podcast, met de Kort Podcast, die zei ook... Ja, nee, toen we vroeg Bart Vriends, als iemand de hele wedstrijd tegen je aan het zeiken is... en weet je, dan beïnvloed je dat toch? Natuurlijk, ja, we zijn gewoon mensen. Dat is al, dan kan het zijn dat je een harde schop krijgt en dat je dan op een gegeven moment denkt... stel je niet zo aan doorspelen. Dus ja, als je dit al weet, als die Makkely dit gezegd heeft... en dan speelt dat... Die is ook, voelt zich ook wel Nederlander, toch? Ja. Overigens, een scheidsrechter zit hij niet in het hotel, omdat er in meerdere landen wordt gehouden. Die snap ik niet heel erg. Het wordt in de chat gegooid. Scheidsrechters zitten niet in een hotel. Dat is over het net Gaza, denk ik. Die zullen overal verspreid zitten dan. Ja. Ja, niet in één hotel bedoel je. Ja, ja. Oh ja, dan kunnen ze niet allemaal besmet raken. Ja, het wordt wel... Die chat werkt mee bij ons, hè? Ja, die chat is wel intelligent. Maar... is dat een robot dat daarachter zit? Nee, maar als we nu even... er zitten trouwens mensen... We hebben deze... Voor de mensen die zeiden... Wat hebben jullie een andere bank? Nou, we hebben er nog het beste van gemaakt. Maar we hebben deze ik weet niet of ik nu de reclame moet maken... wie deze bank beschikbaar heeft gesteld. Maar de man die deze bank beschikbaar heeft gesteld... heeft gezegd niet zo ondankbaar over onze mooie bank doen. Nou ja, ik denk dat je heel veel over deze bank kan zeggen. Laten we zo zeggen, we hebben een beetje opgevrolijkt. Je hebt daar trouwens wat liggen. Ik zit er altijd dat klopt. Ja. Laten we eerst over jouw tenue hebben. Over het mooier maken. Het mooier maken? Ja, ik denk dat je... Nou, laat maar zien. Laat maar zien. Oké, ik denk deze even weg. Dit is wel echt een heel bijzonder tenue, toch? Ja. Oh, Burkina Faso. Ja, dan moet ik. Ja. Alsof jullie al jaren... Kijk eens! Alsof ze al jaren een programma samen maken. Hartstikke mooi, man. Rahim, moet je draaien ook al. Wat heb ik hier? Ik heb hier een ontzettend nep shirt. Van... Ja, dat zagen we. Ja, het is echt fantastisch nep. Van het nationale elftal van Burkina Faso. Met de handtekeningen van de selectie. Nou, hoe ben ik daar nou aangekomen? Ja, ik ga het shirtje nu weer wegleggen. Dan... Deze ga je zo krijgen van mij. Oh, wat lief. Die ga je zo krijgen nu. Mooi plekje. Dagelijks leven ben ik militair en vanuit mijn militaire achtergrond uitgezonden naar Burkina Faso. Dus dan zit je in één keer met je lichaam in Ouagadougou. Heel goed. Fantastische stad. Fantastisch land ook. En het verhaal is dat wij... Ja, ik werk bij de landmacht. En de landmacht, dat zal in België misschien niet anders zijn. Maar weinig geld naar Defensie toe gaat. Ja, nou, dat is bij ons ook. Dus wat doet Defensie? Die regelen een hotel voor je. Nou, dat is een hotel vol met kakkerlakken en zieke nog een keer. Hè? Dan moet je daar maar slapen. Als landmachtmilitair ben je dan zo... Nou ja, boeien. Ik hoef niet in het bos te liggen. Dus ik vind het al lang geschoten. Hè? Er staat een bed. Alleen wij kregen, omdat wij daar voor het eerst naartoe gingen... kregen wij een diplomaat mee van Buitenlandse Zaken. Nou, die man ging met ons mee. We waren met een klein clubje van 5 man. Dus wij komen in dat hotel aan. En die man die staat om zich heen te kijken... in een keurig driedelig pak en nette lakschoentjes. En die denkt bij zichzelf, nou... Ik ga op veel plekken slapen, maar niet hier. Dit ga ik niet doen. Dus die pleegde een belletje met Den Haag. En van het een kwam het ander. En op een of andere miraculeuze wijze was er geld. En gingen we in één keer naar een ander hotel. Gouden kranen, kroonluchters, alles erop en eraan. Je kijkt alleen niet tegen. Nee, ja, dat was echt perfect. Nou ja, goed. Wij maakt het niet zoveel uit. Wij lagen uiteindelijk in het goede hotel dus. Nou, wij die missie draaien daar. We waren daar om dat Boekenese leger te trainen. Maar ja, het is daar natuurlijk godsgruwelijk warm in Afrika. En ja, rond een uur of één, dan ja, zeker ik niet met mijn witte hoofd. Ja. Ik ben dan gewoon klaar, weet je wel. Dus rond 1:30 waren we weer terug in het hotel. En we zitten op een gegeven moment daar in dat hotel in die lobby. En dan stopt de bus. En allemaal tassen eruit, sporttassen. We zaten te kijken, wat de hel is dit, joh? Voetbal erin. Ja. Ja, nou dan. En wat bleek, het was de nationale selectie van Burkina Faso. Nou, we hebben ons geen moment bedacht, dus dat was gelijk naar de zwarte markt in het centrum van Ouagadougou. En daar proberen een shirtje te scoren. Maar ja, je moet iets. Dus vandaar dat het een nep shirt is en geen officieel shirt. Maar je hebt gewoon van iedereen een handtekening gekregen? Ja, voor iedereen een handtekening. Dat was ook in de tijd dat Bertrand Traoré bij Vitesse speelde. Daar heb jij nog mee gespeeld, of niet? Nee, ik heb met Ouedraogo gespeeld. Bij Twente. Ja. Rijm. Die heeft een busonderneming volgens mij in opgericht. Ja, dat zou zomaar kunnen. Busonderneming. Ja, of groene taxis, want die reden daar heel veel rond. Als je groene Bertje Traoré. Nou ja, ik,
Die was voor mij, ik was eigenlijk ziet. Hij speelde toen nog bij Vitesse, denk ik. Bij Vitesse. Dus ik had niet echt het gezicht erbij. Dus, maar mijn vraag was, is Traoré erbij? Dus je gaat dat een beetje rondvragen. Ze hadden destijds de Duitse variant van de champ. Ik weet niet meer hoe die man heet. Maar goed, er liep een of andere Duitser en die was trainer. Dus rondvraag. Ja, Traoré is er ook bij. Ik denk zelf niet dat het Bertrand Traoré is geweest. Maar dat het misschien... Ja, je hebt Lassina? Lassina Traoré? Ja, zou kunnen. Ook een zou kunnen. Ja, die is natuurlijk nog wel heel erg jong. Maar als je, ik heb ook bewegende beelden op de laptop. Daar kunnen we straks nog een keertje naar kijken. Heel goed. Maar die jongens die gingen dus ook gewoon trainen in de tuin van het hotel. Dus niet naar een mooi complex of naar een voetbalveld. Nee, letterlijk gewoon tussen de toeristen en de zakenmensen die daar zaten. Ongelooflijk. En gaan daar een lekker balletje trappen. Alain Traoré wordt er nu in de chat geroepen. Bernand en Alain Traoré. Ja, zou zomaar kunnen. Zou zomaar goed, kunnen. Wat een goed verhaal. Ja, kennen jullie de champ? Wat? Ja, de champ? Nee, dat hebben jullie niet meegekregen. Pieter de Jong. Trainer hier geweest in Nederland. Niet heel hoog niveau nog. Videoanalyst bij AZ. Jij was er toen niet, denk ik. Dat was onder Koeman. Toen was jij niet, hè? Nee, toen was ik er niet. En die is via omzwerving in Afrika terechtgekomen. En die heeft een grappig filmpje opgenomen. En nu zijn er 8 cameraploegen die een documentaire over willen maken. Bizar. Ik had een podcast met hem. En hij heeft, denk ik, 28 keer gezegd dat er 8 ploegen echt een documentaire met hem gemaakt. Dus inmiddels heb ik dat wel goed weten te houden. Maar vandaar een Duitse variant van de champ was daar. Ja, ik heb geen idee wie het was. Maar wat een mooi shirt. Ja, nou, hij is voor jou. Dus, we gaan hem weer een mooi plekje. En FC United, we mogen shirtjes weggeven, hè? Ja, maar ik wou een Belgische bondscoach heeft ooit de finale van de Afrika Cup gehaald. Hè, met Burkina Faso, Paul Put. Niet zo lang geleden. Paul Put? Paul Put, ja. Weggestuurd uit België voor een omkopingsschandaal in Afrika. Een omkopingsschandaal in België, dat gebeurt toch nooit? Wow, elke 2 jaar hebben we er een kleintje. Kleintje. Paul Put, hoe is het nu met Paul Put? Zit nog altijd in Afrika. Oké. Okay. En we hebben nu ook Hugo Broos, die bondscoach van Zuid-Afrika. We zijn overal. Ja. Dat wordt vaak ons verweten als we de documentaire FC United maakten. Ja, maar hoe is het met omgekeerd racisme? Er zijn geen witte coaches in Afrika. Dan denk je, wat? Hugo Broos, Paul Put, noem maar op. De champ, blijkbaar is er superveel witte coaches in Afrika. Die heel succesvol was van Marokko. Westerhof heeft dat ook rondgelopen in Afrika. Renard. Ja, Clemens Westerhof heeft met Nigeria nog, toch? Afrika Cup gewonnen, volgens mij. Dus omgekeerd racisme bestaat niet. Ja, nee, zeker niet. Paul Put, legend, wordt er ook in de chat geroepen. Nee, maar dat is natuurlijk wel over omkoping zo in België. Is natuurlijk wel echt. Kijk, wij vinden dat hier in Nederland soms dingen niet goed gaan. Maar dat hangt er natuurlijk wel heel lang. Mag je niks over zeggen? Van KV Mechelen, hè, dus dat ligt gevoelig. Hè. Wij zijn 2 jaar geleden veroordeeld voor omkoping. Dat was met de proper handen, toch? Ja, proper handen. Dat proces maar nu heb je een technisch directeur die dat goed verwaakt. Wie is dat dan? Tom Kalui, toch? Ah ja, ken je die? Ja, ik ken hem. Dat is echt een held. Dat is een hele nette... Ze zijn weer vrienden! Een hele goede persoon. Echt. Ja? Een fijn nieuwtje over Tom Kalue is de meest efficiënte rode duivel ooit. 29 minuten international geweest, 1 doelpunt. Echt? Tegen Saoedi-Arabië. Heb jij tegen veel gespeeld, denk je, toch? Ik heb met Tom gespeeld bij Utrecht. Oh, bij Utrecht, ja. Zie, heb ik ook weer een goede leren kennen. Ja, echt een topgast. Ja. Normen en waarden. Is Aten Mos nog steeds een legend bij jullie? Ik heb al een lange historie met Atomos. Ik heb een paar keer geïnterviewd voor allerlei documentaires die ik heb gemaakt. En het is een legend omdat hij de Europa Cup heeft gewonnen. Maar het is ook gewoon een financiële geldwolf die ook de clubs kapot maakt. Zo, kun je dat even... Hiermee kan je openen. Hiermee kan je openen. Start de titel in 3, 2, 1. Even Winkelmans gooit Atomos onder de bus. Eerlijk gezegd, we hebben al lang iemand niet onder de bus gegooid, Even. Goed dat je dit doet. Nee, je hebt helemaal gelijk. Blokt op Twitter, dus ja, het maakt niet meer uit. Maar nee, heeft hij geblokt op Twitter? Ja, je weet dat wij zijn bemiddeling, hè? Armin Shah werd ooit geblokt door Jack van Gelder. Hebben we gewoon geregeld. Gewoon die blok. Moet Aatje ontblokken? Ja, ik heb op zich niks tegen die man, maar die heeft gewoon echt overal zakken geld meegenomen. Dus de volgende Vrijmibo, Atomos en Evert Winkelmans. Ja. Toch? Ja. In de zetel samen. Ja. En dan zonder de dingen tussen. Huh? Zonde. Bescherming. Maar heeft hij de club kapot gemaakt? Toen KV Mechelen is failliet gegaan net niet failliet gegaan in 2002. En toen was A technisch directeur. En er is van alles naar buiten gekomen toen dat toch niet kosher was, laat me zo zeggen. De club boeide hem zo niet, maar de portefeuille... Maar kan hij daar nog gewoon goed binnenkomen? Maar dat weet hij toch. Hij heeft er ook wel altijd eerlijk over geweest. Dus dat siert hem dan. Ja, in Nederland kennen we hem als Aad afkoopsom. Voilà. Ja, maar goed. Wat goed zeg. Maar Aad de Mos... Niet José. Niet Mourinho. Dat is ook, jezus. Atomos zou wel een geniale trainer zijn voor Gambia of zo. Dat zou ik wel willen zien, zo die clash.
Voor wie? Atomos in de Afrika Cup of zo. Dat zou ik wel nog eens willen zien. Ja. Ik kijk wel dat naar Atomos zijn voorspellingen voor het EK. Hey, op Twitter had ik vaak van die filmpjes in Dubai of van landen die open. Ja. Ja, dat is mooi. Mensen zeggen, kunnen jullie ook van Hooijdonk een dik advocaat uitnodigen? Het zou wel een goed format zijn, toch? We hebben toen vroeger die reclames gehad in, wat is het, jaar, nee, Echte Boter? Als mensen ruzie hadden met elkaar? Ja, met Vuller en Rijkaard. Ja, Rijkaard, ja. Dat zijn, voor een reclame gewoon twee mensen die echt ruzie met elkaar hadden. Ja, advocaat en Van Hooijdonk hebben nu goed ruzie. Nou, Aad de Mos en Evert Winkelmans. Wil jij nog met iemand vrede stichten? Nee. Die, alle mensen van de KBVB of niet? Nee, dat niet. Nee, nog niet. Oké. Waar wilde ik nou over hebben? Ik wilde gewoon netjes afsluiten, maar... Wou dat truitje weg je hebben? Oh ja, dat truitje weg hebben. Ja, het zou toch mooi zijn als je er eentje geeft aan Aad de Mos? Ja, we gaan het goed maken met Aad. Ja? Ja. Okay. Ik voorzie nog wel een format waarin ik hem kan ophemelen. Nou ja, dat is 87, toch? Trainers met de mooiste snor of zo. Ja, maar 87 was het, toch? 88. Ja. Tegen Ajax. Ja. Ja, zeker. Nee, ik wil het zo jammer, voor het afsluiten. Ja, en onnodig. Martijn wordt ook onder de bus gegooid. Prima. Nee, maar... Zo onnodig. Jij wilt nog even over Mourinho hebben, of niet? Naar Roma. Nee, jij kan met afkopsom. Hoe kan dat nou? Wat bedoel je nou? De afkopsom nee, of dat hij wil? Ja, dat vind ik niet meer. Dat is gewoon marktwerking. Toch? Ja, dat is waarde van hem en mensen betalen ervoor. Nou, wil je me vertellen dat hij niet goed genoeg is voor Roma? Nee, maar waarom... Op basis van wat kiest Roma hem nu dan? Als je zijn werkwijze de afgelopen periode ziet, dat het niet werkt. Zeg maar zijn track record bij zijn laatste clubs. Waarom nodig je hem dan nu weer uit? Omdat je weet wat voor kwaliteit hij heeft. En je ziet het team wat ze hebben. En je weet welke vorm van voetbal wat ze willen spelen. En Roma heeft zich nog nooit onderscheiden in aanvallend voetbal. Dus dat willen ze nu ook weer niet, denk ik. Nee, maar... Ik denk dat ze gewoon terug naar oude glorie willen. En dan hopen ze dat ze een kwaliteit als Totti hebben en één spits en de rest eromheen van ze weg. Ja. En dat kan volgens mij. En dan worden ze een keer derde en dan? Ja, maar wat verwacht je dan? Nee, maar ik snap het. Nee, maar dus waarom snap ik ook niet dat je Mourinho dan haalt? Ja, maar ik denk dat het ook wel een wisselwerking is van wie is op dat moment beschikbaar wel en niet. Nou, trouwens, ze betalen volgens mij ook nog veel. Ja, tuurlijk. Er zit een Amerikaanse eigenaar die denkt, ik denk dat het voor de buitenwereld is. Kijk eens, we hebben Mourinho gehaald. Ja, kan ik het niet... Hoezo voetbal inhoudelijk niet? Hij is wel in staat om een team van te maken. Oké, nu bij Tottenham is het niet gebeurd, in Engeland niet. Maar in Italië heeft hij niet zo'n slechte reeks gehad. Ja, in 2010. Ja, maar hij heeft die in Italië. Hij is bekend. Ja, oké. En laten we kijk, Roma is mijn favoriete club sinds jaren in Italië. Ja, dat weten we. Maar het is nog nooit een club geweest waar je dacht van... Nou, daar wordt nou echt leuk voetbal gespeeld. Het enige leuke was altijd dat wij Totti op 10 hadden. Hmm. Nou ja, misschien wil hij zoiets weer creëren. Gewoon 8 blok verdediging en dan 2 man die het verschil maken. Ja. In Italië kan zoiets nog. Ja. Italianen leven ook graag in het verleden. Ja, dus dat is gewoon traditie. Goh, je wil ook nog Italianen onder de bus gooien? Nee. Ik hou van Italië, daarom dit. Waarom leven ze in het verleden? Oh, je bedoelt qua... Ze leven van hun verleden, dus... Ja. Laten we dan even afwachten hoe hij presteert. Ja, logisch. Maar als je kijkt hoe hij tot nu toe heeft gewerkt... Oké, welke andere trainer was wel beschikbaar dan die je had genomen? Hoe heet die? Nee, niet zo flauw doen. Sarri werd toch genoemd? Nee, ja, sorry. Het was Sarri. Hoe heet die van Juve? Allegri. Bijvoorbeeld? Van? Allegri. Allegri, ja. Allegri, ja. Allegri, Sarri of Mourinho? Ja, dit, weet je, dat is zo'n leuke vraag. Jij zegt ermee, je moet namen noemen. Dus ik noem nu namen. Nee, maar ik zeg, welke andere trainer had jij genomen? Dan noem je nou 2 trainers. Ik persoonlijk had niet 1, 2, 3 gezegd... Nou, Mourinho is een hele verkeerde keus voor Roma. Blijf ik nog steeds bij. Okay. Dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Het is toch geen slechte trainer, wel? Nee, het is geen slechte trainer, alleen ik snap de match niet. Nou, maar Roma heeft succes beleefd met defensief voetbal. Ja, maar luister nou, dat gaat hij nu weer terugbrengen. Als het zo doorgaat, zit hij over 4 jaar bij FC Utrecht. Dat bedoel ik. Het gaat steeds trapjes omlaag. Hij deed altijd mee om de titel. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Hij was de absolute top gewend. Ja, maar de voetbal is veranderd. Ja, maar snap ik, los ook van hem. Kijk, geld maakt hem toch allemaal niks meer uit. Nee. Maar dat hij ook deze keuze, het is van 2 partijen heel raar. Nou ja, als ik naar Roma zou kunnen en daar kan wonen in Roma, ik weet ook wel wat ik zou doen. Hij kan er toch ook gewoon wonen? Hij hoeft toch niet te werken? Ja, maar dat is toch een mooi akkefietje voor hem? Ik snap het niet. Okay. Ik snap de ophef niet. Okay. En ik zou het ook doen. We hebben het nu over Roma. Anders zou het nooit over Roma hebben. Dus het werkt. Ja, is waar. Ja, zeker. Ja, hij wil wel graag Justin Kluivert, hè? Dat heeft hij geroepen van mij. Ja, maar zoveel spelers heeft hij ook nodig. Hij heeft spelers nodig die
ja, die met snelheid en met actie iets extra's kunnen creëren. Omdat de rest allemaal als teamverband moet. Zijn broers dan waar die ook een ruzie mee had bij United? Oh, Smalling en Mkhitaryan. Die zijn er met ruzie. Ongelooflijk. Ja, het is ongeveer dat toen John van der Brom tekende bij Genk. En dat Cyril Dessen daar zat. Dat is ongeveer hetzelfde gevoel dat je denkt... Goh, iemand waar je niet lekker mee werkt. En dan, hallo, goeiedag, nieuwe trainer. Ik herinner me wel nog een scène volgens mij met Kluivert. Dat zat hij er bij Ajax dat Mourinho hem omhelste. Ja, United Ajax 2017, Europa League finale. En toen hadden we toch altijd het vermoeden, oh, hier gaat iets ontstaan. Ja. Dat is toch zo? Hmm. Of we Harry Vermeegen nog? Nee, maar we hoeven toch Harry Vermeegen niet onder de bus te gooien? Of heb jij nog iets over Harry Vermeegen? In de chat gaat het over wie we nu onder de bus moeten gooien. Ik heb helemaal niks over Harry Vermeegen. Nee. Ja, een absolute tv-legende vroeger, toch? Ja, wat was het ook alweer met een ruitje trappen? Ja, de cirkel moet rond. Ja, dat hij dwars door de ruit ging. Wie was dat ook alweer? Ja, nee, dat. Ja, Victor Sicora voor mij. Ja, Sicora inderdaad. Nee, ja, dat is Harry Vermeegen's oud tv-legende. En die maakte een programma vroeger. Eerst met Henk Spaan en toen alleen. En dan ging hij langs bij spelers uit de Eredivisie. En dan ging hij bij de ouders langs. En dan ging die ouders koken voor Harry Vermeegen. En als eerste hap was altijd standaard dat hij een hap nam. Dat het 5 seconden stil was. En dan zei hij... Maar dit is lekker. En daarna gingen ze dus buiten, legden ze een bal neer. Moesten de bal in... door het raam schieten. Ja, dat was leeg. Daar is tegenwoordig gemaakt. Het was volgens mij niet alleen de raam, toch? Het was kozijn, dak... Ja, alles ging eraan. Alles ging eraan. Tegenwoordig maakt hij iets andere filmpjes. Laten we het daarbij houden. Moeten we nog iets bespreken? Wil jij nog iets kwijt? Moet je nog ergens heen? Dit weekend? Ja, ik ga... Leuke wedstrijd. Twente Heracles. Jij hebt nog... Hey. Ja, hey! Overijsselse derby. Waar speelt Rijn Vloed volgend jaar? Geen idee. Wat zou een goede stap zijn voor hem? Wat de vraag is dit. Ik ken Rijn Vloed niet zo goed, maar ik denk dat... Nou, ja. Nee, ik denk... als hij subtop Nederland kan pakken, zal ik het meteen doen. Ja. Je wordt bij Brugge genoemd. Wat zei je? Je wordt bij Brugge genoemd. Bij Club Brugge? Rijn Vloed? Ja. Oh, dat vind ik hoog gegrepen. Maar... Hij staat er toch heel slecht op vanwege... Wat was het ook weer met... Nee, hij heeft daar heel kort gespeeld. Vervangen voor Noorland. Sint-Truiden? Hij had de goede cijfers. Als vervangen voor Noorland? Nee, dan niet, denk ik. Nee, het zijn een ander voetballer, toch? Waar had hij nou? Hij heeft heel kort in België gezeten. Een paar maanden voor mij. Even kijken. Ja, Sint-Truiden. Maar hoe is zo'n ander voetballer? Hij speelt toch net zoals op 10 als Noor? Nee, maar hij is toch een ander soort voetballer? Hij is minder van de individuele actie. Nee, tuurlijk, maar totaal anders dat je dat gaat invullen met hem. Klopt. Maar goed, zoals Noor... Hij speelde vorige week fantastisch. Hij was zo goed vorige week. Hij is, ik weet niet, ik vind het echt heel knap. Hij heeft echt de knop omgezet. En hij is toen na, wat is het, dat fiasco bij Frosinone? Ik vind hem wel, ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk nu naar de selecties net, omdat je dat vroeg. Ik zou hem wel fantastisch vinden bij FC Utrecht. Ja, maar daar hebben ze al 7 nummer 10's, toch? Nee, maar we hebben het nu erover wie zou iemand verder brengen. Ja. Van die 7 kun je ook afscheid nemen van 5 en hem nog halen. Ja, heb je ook, ja. Even kijken. Twente moet... Ik weet niet. Tenminste, roep ik denk al 4 maanden. Ja, leuk seizoen. Het is nu al het is een beetje uit. Ze hebben zich veilig gespeeld. Gaan waarschijnlijk geen play-offs halen. Is toch prima, toch? Super seizoen. Ja, super seizoen. Oké. Andere mannen? Andere plannen dit weekend? Ze biedt naar het toilet. Ze biedt. Dat is snel naar het toilet. Ja, dat mag. Ja. Klassieke kijk. Dat hoeft niet pas in het weekend. Nee, dit is wel echt... Mensen hier voor het eerst komen. Ja, je kan hier gewoon weglopen. Ja, top. Ja. Even het nog dingen? Ja, KV Mechelen kijken. Tegen? Hè? De play-offs, hè? De Europe play-offs heet dat in België. Tegen? Dat is play-off 2 tegen Oostende spelen we. Ja. We moeten winnen, dus kijk ik wel naar uit. Ja, want dan kan je nog voor play-offs. Ja, dan kan je nog naar die Conference League, die nieuwe competitie. En daarnet hoorde ik hier Sicora. En dat doet me altijd denken aan de gouden voorlijn van Ajax. Soetaars, Sonk, Sicora. Zo. Dat ooit uw voorlijn was. Ja. Wesley Sonk heeft toen wel geroepen dat hij wel onder de indruk was. Van de Amsterdamse arrogantie en zo. Ja, ik denk Soetaars ook. Ik denk alle Belgen die daar komen. Ja, ongelooflijk. Er staat niet in jouw favoriete elf, toch? Alle tijden. Nee. Jij nog plannen, Yves? Waarschijnlijk nog eens kijken naar FC United. FC United, Even kijken naar FC United. Zeker maandag zien op tv op 14. Ja, maar maandag aflevering 2 gaat over... Over de bestuurskamers en de scheidsrechters. Ja, wel heel tof. Ja, echt. En ik wil nog even, want ik had het even opgezocht. We hebben het al in de podcast over gehad. Over het fantastische nummer van vandaag. Van Ikraan.
vandaag. En ik denk dat dat zoveel waarde toevoegt aan deze documentaire is de soundtrack. Dus ik zou zeggen, check die ook dit weekend. Dank in ieder geval, Evert. Ja, ik kan nu natuurlijk onze grote vriend niet meer bedanken. Die gewoon subiet naar het toilet moest en die dacht te groeten. Sander, dank je wel. Martijn, jij dank je wel. Tof dat je was. Dank voor het shirt ook. En ja, de shirtjes gaan we weggeven via sociale media. Dus hou de sociale media in de gaten. Simon, dank je wel. Yves? Ik wil er twee hebben. Twee? Oh, twee. Voor die boys van mij. Wat is dit dan voor een foto? Voor die boys van mij, dat vind ik leuk. Ja, maar het zijn winacties. Ja, dan moeten we meedoen. Ja, oké. Okay. Goed. Heel goed weekend. Tot volgende week.